Welkom bij de 7e aflevering van Compleetdenkers, met als gast Vincent van de Putten. Vincent is een succesvol ondernemer en sinds september 2021 is hij uitgegroeid tot zowat de meest gevolgde en bekeken persoon op Facebook in Vlaanderen. Dit komt omdat hij zich op een zeer luchtige, ludieke en vooral verbindende manier heeft uitgesproken tegen de CST-pas en tegen de overdreven angstcultuur omtrent corona. Hij heeft zich echter nooit uitgesproken over het al dan niet nemen van de spuit, want dit is een privé-aangelegenheid waar niemand zich mee hoeft te moeien. We gaan het in dit gesprek over verschillende thema's hebben en gaan vooral ook kijken naar de toekomst. Een toekomst waar we zoveel mogelijk weg moeten van de polarisatie en vooral moeten verbinden. Voor we beginnen zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven als u deze goed vindt en deze ook te delen met uw omgeving. Onze bedoeling is immers om zoveel mogelijk mensen kritisch te doen nadenken en mensen vertrouwen te geven om voor hun eigen mening en waarheid te blijven uitkomen. Ik geloof immers dat dit de volgende maanden en jaren enorm belangrijk zal worden. Daarnaast wil ik jullie toch ook even opnieuw vragen om ons te steunen. We hebben dit echt nodig om deze content te kunnen blijven maken en om nog professioneler te kunnen werken. Vorige week vroeg ik jullie al om ons een koffie te kopen, maar blijkbaar lukt dit via de website van Buy Me A Coffee niet altijd even goed voor iedereen. U kan echter ook gewoon een heel klein bedrag storten via onze website www.compleetdenkers.be. Er zijn mensen die 100 euro storten en dat maakt ons heel blij, maar we zijn echter nog meer tevreden als 20 mensen 5 euro storten. Alvast veel dank voor uw steun en ik hoop dat u ook deze aflevering zal weten te appreciëren. Voilà, welkom Vincent. Vincent, mijn excuses. Ik wou dus zeggen, dat is tof voor die ene mens die een 100 euro gestort, dat ik dat eigenlijk niet zo plezant vind, maar dat is goed. Ja, nee, ja. Ik vind het uiteraard heel, heel plezant, maar het is, ja, gelijk ik zei, want het is nog mooier als er meer mensen. Ja, dat snap ik. Ja, trouwens, ik ga dat ook doen, hè, want ik vind dit een heel mooi initiatief. Super. Om gewoon even ook de mensen te informeren over wat er allemaal bestaat, wat er allemaal aan de hand is. Ja. Dank u wel. Ja, ik heb je onderbroken, hè? Nee, dat mag, dat mag. En dat is heel goed. Nee, mijn eerste vraag, ik was even een beetje in de war, was, besef je eigenlijk hoeveel mensen jij hoop hebt gegeven? Er waren heel veel mensen die zich wel heel slecht hebben gevoeld de laatste maanden. Besef jij wat je die mensen hebt gebracht? Nee, dat besef ik niet. Ik vind dat leuk om te horen, maar ik heb daar totaal geen idee van. Ik sta er ook echt niet bij stil. Ja. Ik krijg wel veel berichtjes van mensen die... Die blij zijn als er een positieve wind, zal ik maar zeggen, waait. En dat probeer ik wel te doen. Ja. Maar ik heb, nee, daar ben ik me niet van bewust. Ik heb een aantal volgers op Facebook en ik vermoed dat die mensen het wel leuk vinden. Anders zouden ze dat niet doen. Maar daarbuiten, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ja. Allee, dat vind ik ook niet zo belangrijk eigenlijk. Hè? Ja. Nee, maar dat is eigenlijk, ik vind dat wel heel, heel belangrijk. Want heel veel mensen hebben het heel zwaar gehad het laatste jaar, anderhalf jaar. En nog, hè? Eerst en vooral, ik vind het heel mooi dat je heel verbindend werkt. Ik heb dat ook in de intro gezegd. Maar er zijn toch heel veel mensen die zich heel uitgesloten en angstig hebben gevoeld. En ik denk dat door jou dagelijks, of bijna dagelijks, nee, elke dag denk ik eigenlijk wel, video's die grappig zijn, heb je mensen ook wel hoop gegeven. Dus dat vind ik eigenlijk... Ja, ik dank je wel dat je dat zegt. Wat ik doe is inderdaad verbinden. Ik spreek mij niet uit over het medische aspect. Want je zegt, alleen in de intro sprak je over, want dat is een privé-aangelegenheid. Ja, waarom is het een privé-aangelegenheid, vind ik, als mensen een spuit wel of niet hebben genomen? Omdat iedereen besmettelijk is. Hè? Ja. En dat is een fundamenteel, echt iets heel fundamenteel belangrijk. Moest dat niet zo zijn, moest dit vaccin, en nu spreek ik hem wel een beetje medisch uit, niet omdat ik medicus ben of een wetenschapper of zo, maar ik denk dat we dat allemaal wel kunnen snappen uit de logica. Moest dit vaccin de besmetting effectief tegengaan, de transmissie tegengaan en dus de ziekte induiken, dan zou ik hier waarschijnlijk niet zitten. Ja. Waarom? Omdat dat aspect wordt eigenlijk onder de mat geschoven en dat geeft dan aanleiding tot enorm veel vrijheidsberovende maatregelen. En die vrijheidsberovende maatregelen, die hebben een maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk karakter. En daar wil ik me wel over uitspreken. Want daar vind ik als burger in dit land, als Europese burger, alhoewel, ik ben al bijna beschaamd om dat uit te spreken, vind ik dat ik daar echt wel een rol mag in vervullen. Net zoals dat jij dat mag doen en dat iedereen dat mag doen. Dus wat het virus wel of niet doet enzovoort, iedereen weet nu dat de besmettelijkheid niet wordt tegengegaan. Ik heb de laatste cijfers gezien van Cienzano.
We spreken nu 12, 13 april. En de laatste cijfers die beschikbaar zijn, denk ik, zijn van 27 maart. En daar zie je iets onbegrijpelijks voor mij. Echt onbegrijpelijk dat er veel, veel meer gevaccineerde en dubbel gevaccineerde mensen in het ziekenhuis liggen, ja, dan niet gevaccineerde mensen. En dus, dat zijn allemaal aspecten waarvan ik denk, ja, oké, met wat zijn we dan bezig om al die vrijheidsberovende dingen te doen? Ja. En dat triggert mij. Ja, dat snap ik. Dat is zelf, als ik me niet vergis, is het momenteel 7% van de mensen die op intensieve zorg liggen. Ik dacht 4,9. Zelf, ja, nee, het is ja. Maar alleszins een heel kleine minderheid. En als je zoiets had beweerd 6 maanden geleden, dan was je een leugenaar en dat kon niet. Ja, het is nog veel sterker. Hè. Ik denk, er zijn een aantal politici die voor mij toch een rol hebben in hun leidinggevende functie om de maatschappij te verbinden, om de bevolking te verbinden, die gezegd hebben, dit is de pandemie van de niet-gevaccineerden, wat dus niet zo is. En door dat te zeggen, hebben zij gepolariseerd. En daar verzet ik mij tegen. Ik vind dat we alles moeten doen om die polarisatie tegen te gaan. Elke grote verwezenlijking in onze geschiedenis, elke grote overwinning op grote obstakels, hebben we gedaan door samen dingen te doen. Ja. Niet door mensen tegen elkaar op te zetten. En we hebben nu 2,5 stuk mensen tegen elkaar opgezet. Dat heeft geleid tot mensen die vandaag nog, hè, echt het niet meer zien zitten, hè, want die voelen zich buitengesloten. En dan lezen ze vandaag weer van die krantenartikels, ja, in september moet je een 4e spuit hebben of je komt nergens niet meer binnen. Wie schrijft zoiets? Wie durft dat schrijven? Als iedereen besmettelijk is. Dus dat vind ik enorm belangrijk, dat we dat toch even benadrukken. Moest dat niet zijn, zou ik waarschijnlijk niks zeggen. Want dan zouden die vrijheidsberovende maatregelen nog altijd heel erg zijn, maar wel begrijpelijk. Nu vind ik ze niet begrijpelijk. Klopt. Langs alle kanten ben ik ook wel ergens blij dat we het hebben meegemaakt, want ik begrijp nu veel beter hoe de uitsluiting werkt. En ik heb op een bepaald moment, een paar maanden geleden, ergens aan de voetbal gestaan met mijn oudste zoontje. Ik mocht daar de parking niet af. Op een bepaald moment stond ik daar naast een man van Afrikaanse origine. En ik stond mijn kassa op te vreten. Ik was kwaad, ik was agressief, ik kon dat niet begrijpen. En die mocht zoiets elke En die man stond daar van, ja, dat is niet plezant, maar ik zal wel wachten tot mijn zoon gedaan heeft. Dan dacht ik van, miljarden. Ja, die leeft al heel zijn leven met die uitsluiting. Ja. Dus daarom ben ik eigenlijk wel blij dat ik dat heb gevoeld. Mm. Omdat ik nu veel meer kan begrijpen wat dat met mensen doet. En daar moeten we, denk ik, na deze crisis of nu allemaal samenwerken om die... Ja, die haat uit de maatschappij te krijgen. Maar je zegt, Steven, na deze crisis, ik heb zo het gevoel dat er geen moment gaat komen van na deze crisis, als wij niet met z'n allen zeggen, het is nu goed genoeg geweest. Hè? Want de eerste crisis was, waar ik ook zelf, hè, ik denk jij ook, Steven, in het begin zoiets hadden van, oh, non de Jew, die beelden in Bergamo. Ik zag eigenlijk ebola-achtige toestanden. Ja. Ik zag mensen bij bosjes om mij heen neervallen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Gelukkig, ik prijs me enorm gelukkig en ik spreek met medeleven ook over mensen die het tegenovergestelde hebben meegemaakt, heb ik niemand verloren in mijn omgeving aan corona. Uiteraard is dat fijn, hè? En het tegenovergestelde is ook gebeurd, hè? Dat wil ik niet ontkennen. Maar wat er eigenlijk werd aangekondigd, is niet gebeurd. Dan wordt er iets nieuws aangekondigd, dat is dan de Delta. En dan ging het helemaal erg zijn, dan is Omicron en van de ene crisis in de andere. Dan is er het economische draak, hè, want we hebben een inflatie voor de oorlog in Oekraïne van 8,3%. Dus van elke 100 euro schiet er eigenlijk nog minder dan 92 euro over. Allee, dat zijn allemaal ongelofelijke dingen. Inflatie, koopkracht, energieprijzen die de pan uitswingen voor de oorlog. Hè? Want iedereen koppelt het nu aan de oorlog, maar het was ervoor al bezig. En dan heb je nu de oorlog. En als de oorlog straks hopelijk snel gedaan zal zijn, hè, want dat is natuurlijk ongelooflijk veel menselijk leed, dan zijn we nu al de volgende crisis aan het aankondigen. Dat is de ecologische crisis, de CO2 enzovoort. Ik heb zoiets van, gaan wij van crisis naar crisis naar crisis gaan? En als dat zo is, blijven we dat pikken? Waarom doen we dat? Waarom gebeurt dat? Enzovoort. Ik vind dat wij als bevolking... ik zeg dat dikwijls, hè. De politiek moet ten dienste staan van de bevolking. En niet andersom. Ja. En toch is het nu andersom. En niet alleen onze Belgische politiek, de Europese politiek. Wij hebben zo'n staat boven een staat. En wie weet, wat is er daarboven nog? En dat dirigeert ons gewoon. Dat zegt vanaf juli, elke nieuwe auto dat er verkocht wordt in Europa... Het zal een auto zijn met een snelheidsbegrenzer en er zal een black box in zitten. Die black box die je gaat bijhouden wat je rijtraject en je rijgedrag is geweest. Ja, voor wie, voor wat is dat allemaal nodig?
een digitale paspoort, Europees paspoort. Dus dat is een aan- en afzetbaar paspoort. Hè. Ja. En mensen vergelijken dat wel eens met een identiteitskaart. Er zit ook een chip in. Dat heeft niks met elkaar te maken. Hè. Een digitaal paspoort is iets wat je, zoals een CST-pas, aan de hand van veranderende criteria kunt aan- en afzetten. Van op afstand. Een algoritme kan dat doen. Een politieker kan dat laten doen. Een ambtenaar kan dat doen. In functie dan van een crisis. Hè? Ja, als jij te veel Russische vrienden hebt. Allee, ik overdrijf nu en ik maak het een beetje. Allee, karikaturiseer het een beetje. Maar ik vind dat allemaal heel gevaarlijke evoluties. En het wordt nog gevaarlijker als het dan koppelt aan een digitale munt. Ja, en ook daar, ik vind de woordkeuzes zijn heel goed gevonden. Hè? Dus die consultants die erachter zitten, waar ik vroeger heb voor gewerkt trouwens, of meegewerkt, die doen dat fantastisch goed. Hè? Want we spreken dus digitale pas. Iedereen zegt, ja, maar dat is nu toch ook. Hè? Digitale munten, digitale euro. Mensen hebben, ja, maar nu is het geld toch ook elektronisch. Dat is wel een fundamenteel verschil. Ja. Dat elektronisch geld, daar heb jij niet 100%, maar toch voor een heel groot stuk zelf vat op. Jij schrijft over naar wie dat je wilt. Allee, ik moet dat ook nuanceren. Jij schrijft over hoeveel dat je wilt. Ook dat moet ik nuanceren. Jij haalt af zoveel als dat je wilt. De digitale euro, en dat ben ik niet die dat zegt, hè. Dat kan je gewoon op de site van de Europese Commissie kan je dat zien. De digitale euro is een programmeerbare munt. Die men gaat programmeren om in functie van uw historisch gedrag, uw gedrag van de voorbije week, van de voorbije maand, van het voorbije jaar, gaat men in functie van dat gedrag gaan men kunnen zeggen waar dat jij wel en niet uw centen mogen uitgeven. En dus ik heb het heel moeilijk met de onverschilligheid die er nu heerst. Zo mensen die zeggen van, ja, maar dat is allemaal toch niet zo erg en dat is toch goed. Voor al die mensen die dat niet erg vinden, die evoluties, die digitalisering, die technocratisering, als dat een woord zou zijn, zou ik willen zeggen, begint een website en zet daar al uw paswoorden op. Ja. Zet dat gewoon publiek, dat iedereen het ineens weet, dan moeten ze het niet fijn om gekomen vragen. Dus er zit wel degelijk, schuilt er een enorm gevaar in die dingen. Ja. En daarom moeten we daar proberen iets aan te doen met z'n allen. Maar het belangrijkste vind ik dat we dat samen moeten doen. Ja, helemaal akkoord. Ik denk dat we zelfs iets dieper op die verschillende thema's moeten ingaan. Maar, ja, sorry, ik ben helemaal uw volgorde rond. Ik probeer nu wat beschaafd te praten. Vind je, is dat oké? Okay? Nee, gewoon jezelf zijn. Ja, dat is altijd. Gewoon mijn eigen zin. Altijd het beste. Allee, nee, ik luister heel graag naar jou. Heel veel mensen gelukkig. Maar ik denk dat we inderdaad even chronologisch moeten proberen te werken. Ja. Dan moeten we bij de Eerste Wereldoorlog beginnen. Hè? Want de Eerste Wereldoorlog. Vlak na de ingeboren. Super. Dat is niet waar, zo wat zit ik niet. Nee, maar ik vind dat eigenlijk een goed begin. Ja, de Eerste Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog zal dan uiteraard zijn. Ik ben geboren in de jaren 60. Ik ben een kind van de jaren 60. Het moment dat alles kon in technologische ontwikkelingen. Welvaart, ook het een ecologisch probleem dat toen ook wel gestart is, hè, maar ik wil er ook niet blind voor zijn. Ik herinner mij vroeger als kind, ik sleutelde aan auto's en aan brommers en zo. Ik durf het bijna niet hard op zeggen, maar toen, als je een vidange had gedaan van een brommer, dan had jij zo'n liter olie. Ja, dat kapte gewoon in de riool. Ja, excuses, hè. Ja, ik bedoel, sorry, maar wij wisten niet beter. Ja. Nu weten we gelukkig wel beter. Ja. En, we weten ook een aantal dingen niet. Hè. We denken ook heel veel te weten. Er wordt ons ook van alles verteld. Maar dus, ik ben dan opgegroeid. Ik heb redelijk een rare jeugd gehad. Heel veel moeilijke dingen meegemaakt, denk ik. Ligt aan mezelf, ligt ook, denk ik, niet alleen aan mezelf. Wat ik knap vind, sorry dat ik even onderbreek was. Ik ken een beetje jouw verhaal en je hebt geen al te gemakkelijke jeugd gehad. En daarom wou ik er even mee starten. Want er heel veel mensen zijn die opkijken of jaloers zijn naar mensen die succesvol zijn. En ik vind dat interessant om mensen te tonen die misschien geen al te makkelijke jeugd of geschiedenis hebben gehad, maar door hard te knokken er toch zijn gekomen. En als ik het goed begrijp, is dat bij jou toch het geval. Jouw jeugd was niet heel evident. Nee, ja, die zeggen dat het een goede moment. Het mensen die het altijd erger hebben, maar toch was het niet zo makkelijk. En heb je nadien door hard te werken, door zelf te ondernemen, toch wel een mooi leven opgebouwd? Of zeg ik dat is eigenlijk een beetje te kort door de bocht. Dus inderdaad, ik heb geen gemakkelijke jeugd gehad. Mijn beide ouders waren alcoholiekers en dat heeft enorme consequenties. Ben er ook heel vroeg uit huis gegaan en dan op mijn eigen benen gaan staan. En dan heb ik eigenlijk een periode gehad dat ik heel domweg heb geprobeerd om toch aandacht, positieve aandacht te krijgen van mijn ouders en liefde te krijgen en zo, die dat ik ervoor niet had ervaren.
door eigenlijk om verkeerde redenen dingen te gaan beginnen doen. Bijvoorbeeld een auto kopen dat ik eigenlijk niet kon betalen, maar daar dan mee rondrijden en zeggen, zie je zo goed dat ik bezig ben, terwijl ik helemaal niet goed bezig was. Dus gelukkig ben ik daar dan wel doorgeraakt. En dan ben ik inderdaad beginnen ondernemen, met vallen en opstaan, want dat gaat ook niet altijd vanzelf. Wat heb je eerst gedaan? Wat was jouw eerste job? Ik was een uitvinder. Ik heb een paar dingen uitgevonden. Ik heb een elektronisch kastje uitgevonden waarmee dat je vrachtwagens die een Amerikaanse koppeling hadden of een Europese koppeling, hoe dat je dat met een switch kon omschakelen. Dus dat klinkt allemaal ongelooflijk ingewikkeld, dat stelde allemaal niet zoveel voor. Een magnetische nummerplaat voor de vrachtwagens en zo. Dus ik ben in mijn hoofd, ik heb ooit een prijs voor de beste uitvinding of zo op de uitvinderssalon gewonnen. Zou ik nu natuurlijk niet meer kunnen met de technologische ontwikkeling. Dus ik heb daar van alles geprobeerd, ondernomen. Zoals ik zeg, met vallen en opstaan. Soms gaat dat goed, heel dikwijls gaat dat niet goed. Maar ik denk dat het ondernemerschap is juist van te gaan en te blijven gaan. Hè. En als je valt, van dan terug recht te komen en van te proberen terug beter te doen en ervan te leren. En ik ben dan beginnen ondernemen en dat ging beter en beter en beter. Ik heb heel lang ben ik consultant geweest voor grote ondernemingen, waar ik eigenlijk vooral bedrijfsadvies gaf. En dat ging dan vooral over bedrijfsculturele integraties. Dus een overname gebeurde van bijvoorbeeld toen Interbrew nam een grote brouwerij over in Praag bijvoorbeeld. Dat moest allemaal een beetje op elkaar afgestemd worden. Dat waren dingen die ik deed. Ik heb dat gedaan in heel de wereld. Waar heb je dat zelf geleerd? Ja, ik heb zelf voor een Amerikaans consultancybedrijf gewerkt, trainingsbedrijf ook. Ja. Ik heb heel veel training gegeven in sales, in communicatie, in leiderschap en management. Vooral leiderschap, heel veel leiderschapstraining mogen geven. Ik heb met heel goede, knappe leiders mogen werken, die mogen begeleiden. Ja. En daar ook veel van geleerd. En als ik kijk naar die leiders, en waar ik ook nog altijd naar opkijk, en ik zie nu hoe dat leiderschap wordt ingevuld door de mensen die de bevolking leiden, ja, dan vind ik dat schandelijk gewoon. Dat heeft niks met leiderschap te maken. Dat is... En die grote bedrijven waar je voor gewerkt hebt, heb je daar een aversie tegen gekregen? Wat me de laatste jaren is gebeurd? Er zijn natuurlijk bedrijven die... het grote schandaal in Frankrijk met McKinsey en Macron, die... Macron heeft jarenlang voor McKinsey gewerkt. En McKinsey heeft nu voor 2,5 miljard euro... Dat is godzonde. 2,5 miljard euro. Opdrachten gekregen van de Franse overheid. Ja. Dat zijn allemaal van die dingen die eigenlijk gewoon absoluut niet kunnen. Het zal hem misschien ook heel zuur opbreken, dat weet ik niet. Of misschien net niet. Maar dus, er gebeuren van alle dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Maar in hoeverre dat vandaag relevant is met hetgeen dat wij meemaken hier... Die grote onderneming, kijk, iedereen... bijvoorbeeld een bedrijf, ik sprak onlangs met een paar mensen bij de VRT. En ja, je weet of je weet het niet, of jij weet het zeker wel. Er is enorm veel censuur. Er wordt enorm veel vanuit een pensée unique gesproken. Er wordt enorm veel vanuit één bepaalde hoek wel gesproken. En alle andere informatie wordt onder de mat geschoven. Dit zou nooit op televisie kunnen. Hè. Ik denk dat er... een aflevering van Tegenwind is één keer op een zender geweest. Ja. Een beetje een officiële zender. Ja. En daarna ook nooit meer. Dus dat soort andere geluiden, die mogen niet meer gehoord worden. Maar toch denk ik dat bij de VRT de mensen echt goede bedoelingen hebben. En dat vanuit een eigen overtuiging dat dan doen. Ik denk niet dat daar bij heel veel mensen zo'n soort... valse agenda achter zit, of dat die mensen gestuurd worden, waarmee ik niet wil zeggen dat de mainstream media geen boter op zijn hoofd heeft. Ik denk dat er wel degelijk mensen zijn die boter op hun hoofd hebben. Want de meeste journalisten beseffen het volgens mij inderdaad gewoon. Nee, die doen dat vanuit een, denk ik, een passie en een overtuiging. En ik blijf het gewoon erg vinden dat journalistiek vandaag de dag maar één geluid laat horen en niet het andere geluid. Al was het dat andere geluid om dan te zeggen van ja, het klopt niet, hè, en kunnen we eens in debat gaan. Debat, dat is er niet meer. Hè. Ik denk... er is ooit een debat geweest, dacht ik, toen het vaccin net was uitgekomen. Dan hebben we Sam Brokke die op televisie kwam en die durfde in vraag stellen of het vaccin effectief voor die bescherming ging zorgen. Een lid van de GEMS, toen nog de geest, die zei van ja, na 12 dagen ben je beschermd en kan je andere mensen niet meer besmetten. Wel, die Sam Brokke heeft die zijn carrière is beëindigd, die zijn job is... die heeft zijn ontslag gekregen enzovoort. Dat is, denk ik, het diefste dat we bij een debat zijn geweest. Ja. En dan ook met een heel duidelijke boodschap. Het enige wat hij toen vroeg was,
kan je aantonen, ja. of ben je zeker, of welke studie ja. toont dat aan? Want ja. ik heb daar mijn twijfels over. Ja. Op een heel voorzichtige manier heeft hij dat gezegd. Hij heeft niet gezegd, ja. vaccins gaan ons niet helpen. Hij heeft gewoon gevraagd, van, kan u mijn ja. studie tonen, ja. waar het blijkt dat na 12 dagen dat je niet meer besmettelijk bent. In de volgende dag, bij wijze van spreken, ja. net hem zijn C4. Ja. In de bus en zo. Dus allez, ik wil maar zeggen, je vroeg, heb je een bepaalde wrok naar die grote ondernemingen? Nee, en ik denk natuurlijk dat daar zijn er verschillende gradaties. Hè. Een bedrijf als McKinsey dat in Frankrijk 2,5 miljard euro opdrachten krijgt. Allee, ik bedoel, een miljoen is veel, hè. Dat zijn 12 dagen, maar een miljard, dat is 30 jaar. Hè. Allee, is het secondes. Hè. Dus ik wil maar zeggen, 2,5 miljard euro, dat is zo... Wat is dat, jongen? Het bruto nationaal product van Costa Rica, of zo ja. zeker? Het moet zoiets zijn. Ja, ik denk heel veel dat ongeveer, toch tot een aantal jaar geleden, overeenkomt met het budget dat België aan defensie geeft zelf. Ja. Met toen nog 35... duizend werknemers, ja, militairen, dus dat is een ja. gigantisch hoog bedrag. Ja, en, ja dus het is raar, echt maar goed, aan de andere kant, we hebben voor 1 miljard euro aan PCR-testen gedaan, ja. Allee, daaraan uitgegeven. Ja. En dat klinkt zo van, ja, dat is goed, we moeten dat doen voor de volksgezondheid en zo, maar aan dat miljard hebben ook heel veel mensen geld verdiend. Hè? Ja. En dat mag van mij. Maar er zijn zoveel miljarden uitgegeven. We hebben aan heel het coronaverhaal de voorbije 2 jaar meer dan 34 miljard euro uitgegeven. Klopt. Er is geen ene euro besteed aan de uitbreiding van de zorg. Ja. Er is geen opschaling gebeurd van de bedden. En dat zijn allemaal dingen die dat ik raar vind, dat ik in vraag stel. Maar is dat nu mijn rol? Ben ik daar nu de expert in? Nee. Ik denk dat ik goed ben om mensen gewoon te doen nadenken. En om op een ja, plezante, ludieke manier, soms naïeve manier, soms domme manier, gewoon dingen in vraag te stellen. En, want ik heb nogal wel wat volgers op Facebook en op Instagram en zo. Maar ik denk dat zeker de helft van de mensen die mij volgen zijn gevaccineerde mensen. En de andere helft zijn vaccinvrije mensen. Of zijn mensen die dan de booster niet hebben genomen of wat dan ook. Dus het is niet zo dat ik mij alleen richt of alleen een publiek heb in die groep of in een andere groep. Ja. En dat komt omdat ik vooral het maatschappelijke in vraag stel. Ja, dat doe je heel goed. Hè. Dank je wel. Misschien even teruggaan naar, hè, we zaten dan je bent ondernemer geworden. Je bent dan, je hebt ook een podcast, Business Dad, ja. waar je dan advies geeft aan jonge ondernemers. Ja, jong of startende ondernemers. Dus je kan ook iemand minder jong zijn. Dus Business Dad is eigenlijk een Instagram pagina. Die ook ondertussen op een jaar of anderhalf jaar tijd meer dan 11.000 volgers heeft. Dus dat is veel voor België. Ik ben heel trots. Ik heb vorig jaar met de Business Dad podcast de Belgian Podcast Award gewonnen. Ja. En dan waren we nog een jaar bezig. Dus op de een of andere manier spreekt dat toch wel aan. En wat is dat nu? Kijk, ik heb dus na dan mijn jeugd en dan die domme dingen gedaan en dan een paar dingen hebben uitgevonden, ben ik dan beginnen ondernemen met vallen en opstaan. En dat begon dan goed te gaan. En dan ben ik eigenlijk... opgelicht voor een stuk ook door mijn eigen fout. Hè. Ik heb heel veel domme dingen daar ook gedaan. Maar dan ook zijn er een aantal mensen die daar echt wel zwaar van hebben geprofiteerd van die situatie. En dan zijn we alles kwijtgespeeld. Dus huis kwijt, alles kwijt. Ja. En toen hadden we al 4 kinderen, dus dat was niet evident. Maar ik heb daar enorm veel van geleerd. En vooral ook geleerd welke de fouten waren die ik heb gemaakt. En de dingen die ik goed ken en de dingen die ik niet goed ken. En dan ben ik gelukkig eigenlijk door te leren van die fouten terug kunnen beginnen. En nu wel, en dan wel op denk ik een goede manier. Met redelijk wat succes. En mijn dochter, die ook onderneemster is, Fast Forward Amy, die dat fantastisch goed doet. Dat is eigenlijk een KMO op zich. Of enfin, niet eigenlijk, dat is een KMO op zich. En ook mijn jongens, die alle drie ondernemend zijn en het goed doen. Of onze jongens, moet ik zeggen. Mijn dochter zei op een bepaald moment van, goh pap, er zijn zoveel jonge mensen die eigenlijk willen beginnen ondernemen. Of die iets willen beginnen doen, of die leiding willen beginnen geven in hun bedrijf. Maar die missen zo wat input. Ah. En Amy zei toen ook van ja, en op het internet is iedereen, als iemand 3 keer een taart heeft gebakken, dan is het de taartbak-expert, bij wijze van spreken. Maar leiding geven en ondernemen, ja, daar moeten ook wel wat watertjes voor hebben doorzwommen. Goeie waters en minder goeie waters. En zegt, kunt u zo niks doen, zodat... mijn dochter zegt u tegen mij, ik weet dat komt hier raar over, maar wij hebben een fantastische band. Dat is nog iets van na de Eerste Wereldoorlog. Kunt u niks doen? Hè? En dan zeg ik, oh, wat moet ik doen? Zegt hij, wel pap, gewoon, ja, vertel uit uw ervaring wat dat er goed is gegaan, wat dat er niet goed is gedaan. Dus ik doe uit een niet beledende invalshoek, geef ik ja bij dat advies aan jonge en startende ondernemers. En dat noemt dus Business Dad, omdat zij zegt, kijk, heel veel mensen hebben wel liefhebbende ouders,
maar daarom geen ouders die ervaring hebben in het ondernemen of in het leidinggeven of wat dan ook. En vanuit die optiek is dat dus gekomen. En dat slaat enorm aan, daar ben ik heel blij mee. Ik heb mij voorgenomen dit jaar om Business Diet ook en vooral ook te richten naar die post-corona, ja, traumatische periode waar dat toch heel veel mensen zitten. Want ik sprak er straks over, mensen hebben het moeilijk gehad. Ik kan u vertellen, van, jij weet het ongetwijfeld ook. Er zijn enorm veel mensen die het vandaag heel moeilijk hebben. Hè, die zoiets hebben van die angst ook. Hè, van oei, ga ik mijn hypotheek nog kunnen betalen? Ga ik nog op reis kunnen? Ga ik de studies van mijn kinderen nog kunnen betalen? Ga ik mijn gasrekening deze winter kunnen betalen? Enzovoort. En ja, ten eerste zit daar een heel groot stuk angst in. Dat wordt ook zo gecreëerd, denk ik, heel bewust. En angst is verlammend. Zeker. En ten tweede, ik denk dat je dan ook moet nadenken, wat kunnen we daar aan doen met z'n allen? Hè? Hoe kunnen we daar oplossingen voor vinden? In elk geval door daar niet blind voor te zijn. En door dat niet te ontkennen en te zeggen, ja, maar het komt allemaal wel goed. Want als je zegt, het komt allemaal wel goed, dan komt het niet goed. Ja. Allee, als je alleen dat zegt. Als je zegt, het komt goed en je doet dat iets, dan komt het wel goed. En ga je concrete tips geven hoe mensen kunnen ondernemen? Ja, dus dat doet dochter, mijn dochter Amy doet dat al, hè, met Fast Forward Amy, daar geeft ze echt concreet advies en dat doet ze ongelooflijk goed. Ik beleef dat van redelijk dichtbij, mensen die een klein bedrijfje hebben en die dan gewoon hun omzet kunnen verdubbelen of verdriedubbelen. Heel veel online dingen die zij begeleidt en coacht en dat werkt ongelooflijk goed. En haar succes komt eigenlijk door het succes van haar klanten, veelal trouwens ondernemende vrouwen. Ik denk voor 95%. Wow. Concrete tips. Ja, ik heb wel concrete tips. Die hebben te maken met een stuk mindset. Hè. Maar ik denk dat de mindset, daar begint het mee. Hè. Als je een negatieve mindset hebt. Hè, mensen zeggen, ja, maar met positief denken gaat dat de wereld toch niet oplossen. Ja, misschien niet. Maar met negatief denken zeker niet. Ja. En met angst ook niet. Want angst is verlammend. En als je verlamd bent, kun je niet meer nadenken. Ik heb dat meegemaakt. Hè. Toen ik dus heel dat verhaal heb meegemaakt en mijn huis ben kwijtgespeeld. Ik weet wat angst is. Angst van, wat gaan wij morgen doen? Hoe ga ik morgen eten betalen voor mijn kinderen? Ik heb dat echt van heel, heel dichtbij meegemaakt. En andere angsten, zoals heel veel mensen dat hebben meegemaakt. Was het toen dat je het mentaal minder makkelijk had? Ja, ik ben toen nadien, ik heb gevochten. En nadien ben ik ook in een depressie terechtgekomen. Ja. Been there, done that. Hè. Ja. Ik weet wel. Ik haal eraan, omdat ik het belangrijk vind dat mensen begrijpen. Allee, je hebt vandaag veel mensen die misschien ook in een depressie verkeren. En ik wil die net laten zien dat als je hard werkt, dat je eruit kan komen met de juiste begeleiding. En dan, ik denk dat mensen moeten weten dat er begeleiding bestaat. Ja, ik denk dat voor een depressie het belangrijkste is om te beseffen dat je niet alleen bent. En bij een depressie heb je echt het gevoel dat niks je kan helpen, dat het totaal uitzichtloos is. Je hebt huilbuien zonder enige aanleiding, je voelt je alleen, je voelt je achtergelaten en je hebt heel negatieve gedachten. Ik wil er trouwens even zo meegeven dat je bent dus niet alleen. En als je zo'n zware gedachte hebt, dan kan je wel dingen doen. Hè. Je kan ook mensen bellen. En ik weet niet of dat kan, maar misschien moet hier anders onder de podcast een verwijzing naar een podcast, een website of een nummer of zo zetten. Dus wat ik wil meegeven is, je kunt een depressie overwinnen. Ik heb die kunnen overwinnen en dat heeft mij veel sterker gemaakt. Maar als je me dat toen zou gezegd hebben, tijdens mijn depressie, zou ik zeggen, het zal wel, maar dat komt niet binnen. Ja. Die zijn enorm verlammend. Ja. En angst is zo verlammend. Wat is het probleem met angst vandaag de dag? Angst op zich is geen probleem. Maar chronische angst is een zeer groot probleem. Want dat verstoort heel uw chemische winkel, uw interne winkel, uw hormonenwinkel. En dat zorgt ervoor dat cortisol, wat eigenlijk soms een heel goede chemische stof is, maar als die te veel aanwezig is, dan is dat een heel slechte chemische stof. Die trekt u echt naar beneden. Die maakt u ook letterlijk ziek, heb ik gelezen. Hè? Nogmaals, ik ben geen dokter. Ik geloof dat ook. Ik geloof dat je daar echt ziek van kunt worden. Waarom ben ik deze allemaal aan het vertellen? Ja, dus depressie, Business Diet, ondernemen, tips. Wat was de belangrijkste factor om eruit te geraken? Enerzijds de therapeutische hulp die je dan gekregen heeft, denk ik. Maar is er iets dat je zegt van miljarden? Iemand zei me dat, een vriend, een therapeut. En toen zag ik het, of begreep ik het, en dat heeft mij enorm geholpen. Ik weet niet, dat is maar. Ik denk dat de omgeving een hele grote rol kan spelen. Er zijn een aantal dingen die je, als je iemand hebt die een depressie heeft in jouw omgeving, hetgeen dat je niet moet doen, is op de schouder kloppen en zeggen, kom zich, vermendu eens, stop eens mee, enzovoort. Dat moet je niet doen. Ja. Je moet juist luisteren en je moet juist begrip tonen. En zeggen, ik ben er voor u, ik ben er nu voor u, ik ben er morgen voor u, ik ben er overmorgen voor u. Het gevoel van alleen zijn, het gevoel van isolatie, van eenzaamheid, als je dat gewoon, niet alleen door woorden, maar ook door daden, kunt aantonen van, ik ben er gewoon voor u. En wilde jij een uur wenen, dan wende jij een uur, maar ik ben er voor u. Ja.
Dat is het tegenovergestelde van zich vermenduwis en, ja, en stopt iets mee en zou er niet uit de bit komen en ja, doe dus iets mee leven en zo. Dat zijn allemaal dingen die niet, ja, werken. In, die tegenovergestelde. Dan spreek je vooral de omgeving aan van de persoon die, ja, zich niet zo goed voelt. Ja, ja, dus ik denk dat bij mij, mijn omgeving, ja, en dan ook mijn therapeuten en zo, op de juiste manier dat, ja, heeft kunnen opvangen. En nu zit er ook wel iets in mij, denk ik. Hè. Ik heb denk ik net iets meer vechtlust. Ja. Dan soms goed is voor mij, ik weet, ja, het niet. Maar dus dat ziet ook wel een beetje, dat is ook wel een beetje aard van het beestje. Ik, ja, denk dat ik toen door die moeilijke periode gewoon veel te veel gas heb gegeven. Ja. Gewoon blijven gaan. En dan zegt je lichaam, eigenlijk in mijn geval was mijn lichaam zoiets van, aan het zeggen van, jij moet even stoppen. En als jij niet wilt stoppen omdat je niet luistert naar wat ik zeg, gaan wij gewoon de prijs uittrekken. Ja. En de prijs uittrekken was gewoon, oké, prijs uittrekken, boom, en dan zakte eigenlijk een pannenkoek in elkaar. Ja. Oké, okay, interessant. Ja, ik had u even onderbroken, omdat ik dat wel interessant vind eigenlijk. Maar het ging eigenlijk inderdaad over de tips die we eventueel zou kunnen geven aan mensen die vandaag het overwegen om te ondernemen en ja, wat we daaraan kunnen meegeven. Ja, ik zeg dat tikkels, je kunt op twee manieren een spel spelen. Je kunt een spel spelen om niet te verliezen. Dat is een heel ander spel dan spelen om te winnen. Ja. En door die angst die chronisch is, en door al die angstberichten en die angstporno die maar op ons af wordt gevuurd, en als het niet een delta is, dan is het een omicron, als het een omicron is, dan is het inflatie, en als het inflatie is, dan is het de gasprijzen, en als het niet is, dan is het Poetin, en het is altijd wel iets. Mm-hmm. En trouwens, als je teruggaat, ik heb onlangs een foto gezien, het is nog nooit anders geweest. Hè. Ik bedoel, wij hebben de laatste decennia nog nooit anders gehad, want dat is zo gezegd, ja, de verdiensten van het leiderschap, als het heel slecht gaat, heb je de leiderschap nodig. En dus die gaan eigenlijk zichzelf een rol aanmeten om dan die crisis te bevechten. Ja. Goed. Dus als je van crisis in crisis in crisis gaat, dan is de neiging heel groot om te spelen om niet te verliezen. Ja. En dan begin je dan hun handrem te trekken. Dan begin je bijvoorbeeld alleen te kijken naar hoe kan ik mijn kosten reduceren. En dat is goed. Je moet je kosten in het oog houden. Als ik mensen advies geef die mij beginnen te ondernemen en zo, lean and mean. Hou het zo laag mogelijk. Denk echt na, nou, moet ik die naamkaartjes laten drukken? Moet ik echt zakken laten bedrukken met mijn logo? Moet dat in 3 kleuren of in 4 kleuren enzovoort? Denk daar eens over na, nou, hoe kun je lean en mean zijn? Als je alleen denkt aan de kostenkant, en je durft geen risico nemen, of je durft geen stappen zetten aan de inkomstenkant, ja, dan heeft dat geen enkele zin. Dan gaat het heel weinig kosten maken, maar je gaat ook geen inkomsten hebben. Ik denk dat vandaag de dag er meer dan ooit tevoren opportuniteiten zijn. Dit is echt zo'n periode, je kunt dat zo'n beetje zien als onze grootouders, die hebben, of overgrootouders, die hebben meegemaakt dat er plots een trein begon te rijden, dat er was een trein, elektriciteit, radio enzovoort. Dat is een ongelofelijke periode geweest, waar dat sommige mensen heel bang zijn door geworden. Er waren mensen die hadden echt schrik van die trein. En, ja, en de radiogolven zouden mensen, ja, weet ik wat, ziek maken, et cetera. En er waren ook mensen die zagen dat er opportuniteiten in zaten. En dat is vandaag de dag ook zo. En ik denk dat je vandaag de dag moet kijken naar bepaalde trends. Hè. Waar kunnen we bijna zeker van zijn dat er gaat blijven gebeuren? Ja, dat is dat wij niet meer met z'n allen van 's morgens vroeg, dat we niet allemaal in een auto gaan springen en allemaal naar Brussel gaan rijden om daar op een bureau te gaan zitten gedurende 8 of 9 of 10 uur en dat 5 dagen per week gaan doen. Dat gaat niet meer gebeuren. We gaan misschien nog 1 dag per week naar een bureau of 2 dagen per week naar een bureau en de rest gaan we thuis werken. Of gaan we in een coworking zitten? Dus denk daar eens over na. Zet eens een soort augmented reality bril op. Ga eens in een soort alpha-modus. En droom eens wat dat die toekomst kan zijn vandaag de dag. En zie eens welke opportuniteiten dat er dan liggen. En kijk dan eens naar de talenten dat jij hebt in u. Wat kun jij? Wat weet jij? Wat weet jij beter dan andere mensen? Om die te helpen of om die iets te geven, om die iets te verkopen. Producten, diensten, noem maar op. Veel opportuniteiten vandaag de dag die worden verblind door die angst. Ja, ik zie dat ook zo, maar ik spreek met veel mensen die wel blijkbaar goede ideeën hebben, maar ik merk ook dat de meeste van die mensen ook wel bang hebben om hun, zeg, om hun, nee, om hun job, hun zeker inkomen kwijt te spelen, ja, om te springen. Wat zeg je tegen hun? Ja, pas op, ik zit hier niet nu te zeggen, van mensen geven allemaal hun ontslag en beginnen op hun eigen. Hè. Dat is het leuke aan vandaag ook. Hè. Je kunt vandaag de dag. En doe het dan in samenspraak met je baas. Hè. Als je een baas hebt, zeg dan van kijk, ik zou na mijn uren dat of dat willen doen. En doe dan iets online of ik weet het niet. Ja. Ik bedoel, we zouden 3 uur kunnen praten over wat zou je allemaal kunnen doen. Ja. Maar ik denk dat je moet beginnen bij waarom wil je iets doen. Hè. Ja. Wat heb jij nu dat je kunt doen? Ja. En denk dan in termen van wat is dan datgene wat je zou willen bereiken? Ja. In plaats van hoe. Heel veel mensen denken eerst aan hoe gaan we dat doen. Dat is tijdverlies. Eerst wat en waarom. En dan komt die een hoe wel vanzelf. Ja. Dus praat met je baas en vraag.
Vind jij het oké dat ik na een uur dat of dat doe? En als je dat hebt in transparantie gedaan, dan zul je zien dat je vandaag de dag veel meer dan ooit tevoren dingen kunt doen, dingen kunt verkopen, geld kunt verdienen, van thuis uit, achter je computer, letterlijk en figuurlijk. En ik zit nu niet te zeggen dat je direct de blote borsten in zo moet tonen. Hè? Er zijn nog 20.000 en 200 miljoen andere dingen die je kunt gaan doen. Ja. Ik weet eigenlijk niet waarom dat ik naar u kijk en dat ik ineens een blote borst denk. Ja. Wat word je aan het denken misschien? Nee, dus je verstaat wat ik wil zeggen. Je kunt vandaag veel meer dan vroeger letterlijk van thuis uit geld verdienen. Klopt. Wat dat dan is, ja, dan moet je nadenken. Wat zit er in u? En welke opportuniteiten zijn zich aan het doorvoeren? Ja. Die zijn er echt wel. Hè? Zeker en vast. Nee, goed, dan komen we... Hè, we gaan de tijd zijn een beetje volgen. Ja. Om de juiste richting te behouden. Hè. We komen dan... Hè, je hebt toch wel een mooie onderneming, of verschillende ondernemingen uitgebouwd. Hè. Een gezin, 4 kinderen. Je bent een goede vader, denk ik, geweest. Hè. Je hebt een goede relatie met de kinderen. Ja. Dan komen we in februari... 2020. Hoe zag jij... Allee, hoe was dat? Hoe was dat? Allee, net voor corona. Hè? Was je gelukkig met je leven? Ja, ik had echt toen zoiets van... Alles gaat goed. Ik zal niet zeggen dat ik wilde uitbollen, want daar ben ik te jong voor. Maar ja, alles zo op orde. En zo het vooruitzicht van... Ik zal niet zeggen pensioen, want daar voel ik me veel te jong voor. Daar ben ik trouwens ook te jong voor. Maar dit is niet grijs. Dus je kunt je vrienden, dat is Venetiaans blond. Oké. Okay. Dus, maar dat je weet. Dank je wel. Ja. Maar dus ik had echt zo een gelukzalig gevoel. Ja. Van life is good enzovoort. En dan had ik mij met Amy, waar ik rally mee rijd, hadden we ons ingeschreven voor een rally. En die ging, ik ben het weekend even kwijt, 14 maart, kan dat het weekend zijn van de lockdown? Ja, toen is het begonnen. Ja. Dus ik denk dat we toen eigenlijk de wagen al hadden opgeladen op de remorque en zo, om dan te vertrekken waar de rallyorganisatie en zo plaatsgreep. En toen ineens van, ja, nee, iedereen moet binnenblijven, et cetera. Ja. 2 weeks to flatten the curve. En wat dacht je toen? Toen dacht ik van, non de jus, deze is niet goed. Wij hebben veel vrienden in Italië, wij kregen dan van alle beelden doorgestuurd, van daar op televisie. Die beelden, waarvan dat heel veel beelden achteraf is gebleken, dat die gewoon gefaked waren. Ja. Gewoon fake beelden. Ik weet nog altijd, het beeld, ik heb het nog eens in mijn telefoon zitten, hè, Bergamo. Een grote zaal met allemaal lijkkisten. Dat bleek dan een foto van 7 jaar eerder te zijn, ja. Die niks te maken had met... Ik was de eerste om aan de daken te roepen, blijf thuis. Ja. Let's flatten the curve. Was je bang toen? Ik was bang, ja. Vooral, ik had echt zo'n... dat is fantastisch. Allee, fantastisch. Heel veel mensen hadden bang. Ik was ook bang en ik heb heel hard geroepen. Blijf thuis, flatten the curve, hou afstand, draag mondmaskers. Ik bestelde toen ook dingen via het internet. Als er iets werd geleverd, ja, geloof niet. Ik had bijna... Het was niet, maar ik had bijna zo'n ruimtepak aan zelf. En mijn handschoenen en die deur open en neerzitten en ontsmetten en zo. Je wilt niet weten hoe ver dat ik ben gegaan in al die dingen. Samen met mij heel veel mensen toen op die moment. Dus ik was helemaal niet zoiets van... Allee, ik was niet de man die je dacht van het begin van... dit klopt niet, want ja, effectief, er was wel een virus. Er waren mensen ziek. Ja. Ik heb mensen in mijn omgeving gehad die ook zijn opgenomen in het ziekenhuis. Allemaal wel mensen achteraf gezien met onderliggende aandoeningen, overgewicht enzovoort. Maar nogmaals... We moeten ook niet doen alsof dat er niks was. Van waar dat komt. En wat het deed en hoe erg het was. Daar zijn wel heel veel vragen over te stellen. Maar dat het er was, daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar ik ben helemaal, niet door het lintje gegaan. Maar ik was toen echt één van de grote voortrekkers van blijf thuis, flat in de curve. Ja, en wat deed je dan? Thuis blijven en flat in de curve. Ja, en vroeg je dan op sociale media om de... Nee. Ik heb sociale media was voor mij... Ik was toen wel bezig met business diet, maar dat ging gewoon voort. Ja. Ik heb een bedrijf in e-learning. Dat ging... Daar hebben we eigenlijk wel een aanpassing moeten doen, trouwens. Dat is wel... Was dat niet positief dan voor? Ja, en nee. Het is te zeggen, uiteindelijk wel. Maar wij gingen toen juist starten met een nieuwe afdeling. En heel het idee van die afdeling was, we hadden toen een heel plan opgezet om heel veel kantoren, advocatenkantoren te gaan bezoeken, notariskantoren te bezoeken, accountantskantoren te bezoeken. Dat was een heel project, een plan vooropgesteld waar we maanden mee bezig waren. Ja, en ineens, ja, dus dat ging niet meer. Dat is trouwens ongelooflijk goed geweest dat ons is overkomen, want wij hebben toen alles moeten herbedenken. Ja. En wij hebben daar even 2 maanden alles herbedacht.
En dat heeft voor heel veel succes gezorgd. Dat moeten herbedenken. Dus je ziet, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. You have to go through a breakdown to create a breakthrough, zeggen ze wel eens. Ja. En dat was voor ons echt een breakthrough. Nu, natuurlijk, ja, e-learning, een lockdown, een beperking van mobiliteit, thuiswerken enzovoort, dat speelt in onze kaart. Hè. Dat is natuurlijk heel goed. Maar ik denk dat dat zonder... we waren al goed bezig, zonder dat er een pandemie was, zonder dat er een lockdown was, of lockdowns waren, zonder dat er allemaal aan het gebeuren was. Dat was al een heel logisch iets waar we toch al jaren mee bezig zijn. Heb je dan ook genoten van die periode? Want het was wel goed weer. Ja, absoluut. Ja. Ik heb het genoegen gehad om met Matthias de Smit, die jij goed kent, te mogen praten. Zeer erudiet man, zeer verstandig man. En die zei tegen mij van, heel veel mensen vonden die lockdown eigenlijk ook goed. Ik zeg, Matthias, ik en eigenlijk ook. Want wat dat er wel was, hè, vroeger voelde zo in februari, ik voelde mij wel goed, maar ik had wel een heel gejaagd leven. Ja. En voor heel veel mensen was het een rat race. Hè? Ja. Let's face it, dat was toen echt. Hè? Dus morgens vroeg in de auto, een anderhalf uur in de file, dan niet kunnen parkeren. Allee, noem maar op, echt een rat race, van begin tot einde. En dan, plotseling, komt die lockdown. Prachtige lente toe. Ik weet niet of je het nog weet. Zeker, ongelooflijk. Ik heb genoten van het ontluiken van de bomen, van de bloemen, van al die dingen, de vogeltjes horen fluiten. Veel intensiever dan ooit ervoor, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En ik denk dat, zoals heel veel mensen, ik op die moment zoiets had van, zo kan het ook. Zeker. Rustig. En dat is volgens mij een van de problemen die we nu hebben. Omdat het enige alternatief dat er nu geboden wordt om niet terug naar die rat race te gaan, is die technocratie die ons wordt voorgesteld. Ja. En ik denk dat er een ander alternatief moet komen. Want nee, we willen niet terug naar die rat race, maar ik wil ook echt niet terug naar een controlemaatschappij die men nu voor mij wel aan het bouwen is. Ja. En dus er moet een alternatief geboden worden om mensen... Ja, die keuze tussen twee, terug naar die rat race of naar dan hetgeen dat ze ons door de strot aan het duwen zijn. Nee, dat is ook niet goed. Dus we moeten een alternatief bouwen. En hoe doe je dat? Door na te denken, samen met mensen, wat voor een maatschappij, wat voor een samenleving willen wij? Welke visie gaan we eraan geven? En dan heb je leiderschap nodig, en dan heb je verbinding en verbondenheid nodig. En dan kun je echt heel mooie dingen doen. Want niemand wil terug naar die rat race. Ja, maar hoe gaan we dat concreet aanpakken? Door mensen te verbinden. En ik weet, ze noemen mij Mr. Verbinding, en sommige mensen lachten mij en zo. Het is goed, lacht maar. Maar ik zeg het, ik heb het er juist al gezegd, de grootste verwezenlijkingen in onze geschiedenis hebben we bereikt door samen dingen te doen. En als je samen je schouders ergens onder zet, dan is alles mogelijk. Maar ik heb ook van wakker gelegen laatste jaar, van hoe kunnen we dat samen doen? Hoe kunnen we de mensen met één stem laten spreken? En ik weet nog altijd niet, daarom maak ik het... Er zijn een aantal problemen die zich daarbij voordoen. Eén, er is bij heel veel mensen een desinteresse. Ik zal niet zeggen een gelatenheid, maar een desinteresse. En als ik spreek over die een digitale munt, die een programmeerbare munt, zo noem ik hem eigenlijk liever, of een aan-uit Europees paspoort, want dat is niet digitaal, dat is gewoon een aan-uit knop, dat is een digitale leiband, met een afstandsbediening vanuit Straatsburg of Brussel, ik vind dat levensgevaarlijk, hebben mensen zoiets van, maar daar ben ik allemaal niet mee bezig. En dus... Dat is het eerste dat we moeten aanpakken. Ja, misschien moeten we ermee bezig zijn. Bewustwording. Dus het heeft dus te maken met een bewustwording. En dat wordt tegengehouden door grote crisissen. Want de gasprijs, dat is voor heel veel mensen een crisis. Oekraïne is voor heel veel mensen een crisis. Al was het maar een gewetenscrisis dat gebeurt en dat we er niets kunnen aan doen. Dus al die crisissen en die cortisol en die angst, die weerhouden ons ervan om ons bewust te worden dat er nog andere dingen zijn die na die crisissen ons leven enorm gaan beïnvloeden. Ja. Een auto met een snelheidsbegrenzing en een black box. Is dat nu het belangrijkste waar we moeten over praten? Ja, want waarom is dat het belangrijkste? Daar is niet over gesproken geweest. Nee. Boom, dat is er. Een Europees aan-uit paspoort, boom, dat zal er zijn. Een digitale programmeerbare munt die je nu gaat zeggen wat dat je wel mag uitgeven en niet. En dat je al een keer te veel naar binnen door hem zijn gevlogen en dus nu niet meer mag vliegen. Dat is niet goed. Dat willen we niet. Klopt. En die bewustwording die wordt tegengehouden door die crisissen. En die crisis zorgt er ook voor, en dat is heel erg vandaag de dag, dat er echt een tweespalt is. Ja. We zijn ongelooflijk goed geworden in die desinteresse en in die gelatenheid. Zijn we ondanks dat heel erg goed geworden om over alles een mening te hebben. Ja. En een zeer uitgesproken mening, want ongemakkelijk is dat niet om achter uw computer te zeggen dat je vindt dat Poetin
een duivel is, of dat je vindt dat Van Rens een goeie is, of ik weet het allemaal niet. Dat is heel gemakkelijk. Iedereen heeft over alles een mening vandaag de dag. En het is een zeer uitgesproken mening. Het is een polariserende mening en het zit mensen tegen elkaar op. Dus wat willen we dan gaan praten over bewustwording? Dus voordat we die bewustwording krijgen, moeten we dat eerst stoppen. En moeten we ook mensen doen inzien op een leuke, aangename, verbindende manier van ja, maar wacht eens even. Moeten wij het daar nu over hebben? Ik heb onlangs een filmpje gemaakt over ja, wij zijn allemaal verschillend. Ja. Wij hebben in ons gezin, mijn oudste zoon is vegan, veganist. Mijn dochter is allergisch aan schaal- en schelpdieren. Mijn jongste zoon is vegetariër. Mijn tweede zoon die eet graag vlees enzovoort. Als wij eten, hè, met, gelijk dat wij zeggen in Antwerpen, met een aanhang erbij, als dat kan, hè, want ze wonen allemaal in het buitenland, of zo goed als, ja, dan zijn wij daar samen om te genieten van dat eten, samen. Als wij willen, dan zouden wij ruzie kunnen maken over het feit dat Mathieu vlees eet en de papa eet ook vlees en dat is heel slecht voor het milieu. Weet. Daar kunnen wij ruzie over maken. Dus je kunt ruzie maken over die verschillen. En er zijn vandaag de dag zoveel dingen om ruzie over te maken. En daar moeten we mee stoppen. Ik heb geen mening over Oekraïne buiten het feit dat ik alles wat met menselijk leed te maken heeft verschrikkelijk vind. Ik heb geen mening, is Zelensky nu de held? Is Poetin een duivel? Ik weet dat niet. Ik weet er niet genoeg van en ik vertrouw de media niet meer, dus ik weet het niet. Ik heb geen mening over zoveel dingen. Ik las onder andere onlangs een hele polemiek over een zwemwedstrijd. Ik weet niet meer welke zwemwedstrijd. Ik weet niet van de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten. Dat een ja, hoe moet ik dat beleefd zeggen? Want daar moet ik ook mee opletten. Dus een man die een vrouw is geworden. En dat is zijn of haar goed recht. Hè. Iedereen doet daarin wat. Dat hij of zij, dan moet ik zeggen, de wedstrijd had gewonnen. Ja. Het internet ontploft. Hè. Will Smith, die stapt uit zijn stoel, die op een zeer makkelijke manier op de voorste rij zat. Het was allemaal zo, dat is er precies voor gemaakt. En die stapt naar Chris Rock en die slaagt in zijn gezicht. En iedereen heeft een mening. Is het echt gebeurd? Is het niet echt gebeurd? Nee, het is niet echt gebeurd. Zo polarisatie, die bewustwording en die verbondenheid om samen onze schouders onder een mooie samenleving te zetten, tegengaat. Dat is heel vervelend. Maar is het niet mooi dat iedereen een mening kan hebben? Dat is perfect en iedereen mag een mening hebben. De uitdaging daarbij is dat die mening ervoor zorgt dat ik niet meer luister naar jou. Ja. Ik luister naar jou om gelijk te hebben over mijn mening. Ik luister naar jou om de discussie te winnen. Ik luister niet meer naar jou om te leren. Ja. Want waar ik eigenlijk wou toe komen met die vraag is, jij en ik hebben een bepaalde mening die volgens Facebook of andere sociale media giganten moest gecensureerd worden. Want jij bent ook verschillende keren gecensureerd geweest, of niet? Ja, gecensureerd. Ik wist trouwens niet wat het woord shadow banning betekende. Ja. Dat heb ik ondertussen wel geleerd. Ja. Dus als je ziet, ik heb een filmpje gemaakt in september. Dat filmpje had direct 100.000, 150.000 views. Dat heeft er ondertussen denk ik meer dan 300.000. Dus dat is nog wel oké. Okay. Ik doe het niet voor die getallen. Maar als ik nu iets post, dan moeten mensen dat gaan zoeken. Hè? Je ziet dat niet meer in je feed, zoals men dat zegt. Je komt daar eigenlijk niet meer tegen. Dus dat noemen ze shadow banning. Ja. Dus ja, je wordt enorm gecensureerd. Maar ik wil toch even terug gaan, Steven, naar wat, wat we er net zijn. Want ik vind het heel belangrijk. Oh, sorry. Wij luisteren niet meer naar elkaar. Ja. Hè? Wij luisteren om te antwoorden. Ja. Wij luisteren om ons gelijk te willen halen. En ik doe dat waarschijnlijk ook. Ja. En ik denk dat de kracht van samen dingen doen, begin bij luisteren om te begrijpen, waarom wil jij wel dat we dat doen? Ja. En van waar komt dat? Ja. Ik heb een goede vriend van mij, die ik onlangs tegenkwam. Echt een hele fijne mens. Een goede ondernemer, fijne mens. Die is in de Walen mee gaan helpen na de overstroming. Een heel sociaal voelend iemand. De eerste man die je nu gaat helpen. En die zei, wel, mijn buurman is overleden aan corona. En ik vind dat alle niet-gevaccineerde mensen levenslang in de gevangenis moeten gaan. Ja. Dat is zo, wauw. Luc, wat zeg jij nu? Ja. Ik was zo geschrokken, en ik spreek me niet uit over wel of niet vaccineren, dat weet je. Maar ik was zo geschrokken over die ongelofelijke, ja, veroordelende uitspraak die van iemand komt die ik als mensenlievend ken. Ja, dat is natuurlijk, op dat moment is de verleiding groot om direct in discussie te gaan en zeggen, ja, maar nee, dat is niet waar, en daar gaat er niks mee helpen, en iedereen is besmettelijk, enzovoort. En de uitdaging op die moment is dan om dat vooroordeel opzij te zetten, die veroordeling opzij te zetten, en te proberen luisteren om te leren. Waar komt dat vandaan? Waarom zeg je dat? Welke angsten zitten er in u waardoor dat je zoiets zegt dat niet gaat helpen trouwens? Heb je dat gedaan met die man? Een beetje kunnen doen, maar het kwam van hem heel
ja, heel, heel agressief over. Heel atypisch. Hij zat gewoon op die moment zodanig niet in zijn vel dat ik het toen ook niet heb gedaan, die vragen niet heb gesteld. Ik heb ook te veel respect voor hem om op die moment, want ik voelde dat hem echt niet goed in zijn vel zat, om op die moment daar vragen over te stellen. Ja. Ik wil dat ooit wel eens doen. En dat is nog eens niet gebeurd, want daarom kom ik even terug op die censuur van daarnet. Ik denk dat was buurman was het, denk ik. Hè? Het was zijn buurman die is overleden, ja, helaas. Een vriend. Ja. Maar ik denk dat het net komt doordat er zo'n censuur was de laatste anderhalf jaar, dat helaas veel mensen dat geloven. Want wat hij gelooft, is gigantisch fout. Ja, wat jij nu zegt is fout, dat gaan andere mensen zeggen, dat is fout dat jij dat fout vindt. En dat is die tweestrijd. Ja. Je gelooft wat je ziet, wat je hoort. Ja. En men spreekt van cognitieve dissonantie. Hij gelooft nog altijd wat professor Pierre Van Damme op 14 februari 2021 zei, waarvoor Sam Brokke ontslagen is. Dat is wat hij nog altijd gelooft. En ondertussen weten we kunnen discussiëren over veel zaken, maar we weten, zoals je terecht zei ook, vaccin helpt niet tegen besmetting. En vandaag liggen de ziekenhuizen vol met mensen die dubbel of driedubbel geprikt zijn. Ja. Dus het idee dat die man in zijn hoofd heeft, is gewoon fout. Ja, dat snap en dat ik. Komt doordat de media maar één verhaal gebracht heeft, dat is en dat er nooit een debat is geweest. Ben ik het helemaal mee eens. En zelfs dat is niet meer belangrijk. Want we spraken er net over die bewustwording voor het creëren van een mooiere, vrije samenleving voor ons en de mensen die in ons komen, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze nabestaanden. Ja. Die bewustwording, die gaan we nooit krijgen. Die samenhorigheid, die verbondenheid gaan we nooit krijgen als wij überhaupt nog veel gesprekken en veel tijd besteden aan heb je gelijk of heb je ongelijk. Ja. En kijk eens wat de wetenschap nu wel weet. En doe niet enzovoort. En ja, er is censuur. En ja, er wordt gelogen. En ja, er zijn eigen belangen. En het is echt niet allemaal een agenda uit Davos. Hè. Het is ook gewoon soms puur iemand die een miljoen commissie heeft gekregen. Omdat er zoveel spuiten zijn verkocht. Allee, of 10 miljoen commissie. Ja. Dus het is soms ook gewoon heel platvloers. Maar dat heeft allemaal geen zin. Omdat we daar nooit meer naar die bewustwording komen. Integendeel. Door daar naartoe te gaan, gaan we nog meer tweespalt krijgen, gaan we nog meer tweestrijd krijgen, nog meer ruzie en tegen elkaar. En dat is natuurlijk fantastisch, hè? De Romeinen deden het al, hè? Divide et impera. Zo, ik heb lang moeten nadenken, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is wat we nu meemaken. Exact. Ja. Ja. Maar daarom opnieuw, die censuur, zelf jij, want je hebt nooit polarisatie gezocht, nee. Je hebt nooit medisch advies gegeven, nee. En toch word jij ook, of werd jij ook af en toe gecensureerd? Of nee, ik word niet af en toe gecensureerd. Ik word en ongelofelijke dingen doen om, om niet gecensureerd te worden. Mijn filmpjes. Dat is blijkbaar voor de algoritmes iets moeilijker om mijn filmpjes te censureren. Dat je dialect spreekt dan. Ja, dialect. Sorry. Hallo, zeg jij nu? Sorry. Nee, ik moet het sorry zeggen. Ik denk dat daardoor komt. Natuurlijk, het is ook zo. Ik zeg ook niks. Allee, wat moet ik dat nu zeggen? Ik spreek mij ook niet echt uit over voor of tegen, klopt, want dat is, daar gaat het mij ook niet over. Maar mijn boodschap is blijkbaar toch nog wel vervelend genoeg. Hè? Ja. Dus het willen verbinden, het willen toch wel ook kritisch zijn naar sommige beleidsmaatregelen. Ook, natuurlijk. Waarvan ik zie dat toch heel veel mensen het moeilijk mee hebben, want dat is ook iets dat nu gebeurt. Mensen worden in vakjes geduwd. Hè? Ja. Zoals aan die tafel waar ik net van sprak, wij zitten niet samen aan een tafel. Hè. De vegetariër zit aan een tafel apart, de vegan mensen zitten aan een tafel apart, de mensen die vis willen, die zitten aan een tafel apart enzovoort. En al die mensen denken dat de wereld een vijand is geworden van hun, dus de wereld voelt niet meer als een veilige plek. En die mensen die denken ook dat ze met weinig zijn. Ja. Maar ik kan u garanderen, en ik merk dat aan de reacties op mijn post en zo, heel veel mensen willen een vrije samenleving. Heel veel mensen willen geen betutteling van de EU. Heel veel mensen hebben hun bedenkingen bij een digitaal aan- en uitpaspoort. Heel veel mensen hebben hun bedenkingen bij een voorprogrammeerbare munt. Ik heb nu ik ben een beetje verder gegaan op een soort actie die jij mee hebt gelanceerd en anderen. Hè? Dus Cash Friday. Ik vind dat we moeten terug met cash geld betalen. Hè? Want er is wetenschappelijk geen enkele reden voor om dat niet te doen. Er is geen besmetting die je kunt krijgen door het manipuleren van geld enzovoort. En ik vind, geld heeft iets symbolisch, is zoiets fundamenteel menselijks. Ja. Vanaf dat we, ik zal maar zeggen, uit de bomen zijn gekropen, uit de jungle zijn gekomen en we zijn dorpen beginnen creëren, zijn wij beginnen ruilhandel
Ja, en dat heeft dan geleid tot munten en tot uiteindelijk tot geld. Hè? Geld uitwisselen. Dat is fundamenteel menselijk. Ja. Als je dat uit de maatschappij haalt, haal je iets fundamenteel menselijk uit de maatschappij. Dus ik vind dat iedereen terug met cash moet betalen. Wel, ik ben vanmiddag ergens willen gaan eten. Een hamburgerrestaurant, niet de ketens waar dat je zou aan denken, maar en ik zeg ja, ik had dat net willen en verliest, ja, zo 27 en ik wil dan betalen. En ik zeg ja, cash, ah ja, dat gaat niet, je kunt niet met cash. Ik zeg, wow. Oh, je kunt niet met cash, dat meen je niet. En ik zeg, kijk, ik heb het niet tegen u persoonlijk, tegen die persoon die er stond, maar ik vind dat echt enorm spijtig. Ja. En dus ik ben doorgegaan, en ik bedoel, ik heb op een hoffelijke manier afscheid genomen. Ja. En niet betaald, dus ook niet nee, ik heb niet gegeten en niet betaald. Niet alleen. Ik heb niet gegeten. Het is niet dat ik heb gegeten en niet betaald, maar ik heb niet betaald. Sterk. Ja. Ik vind dat. Ja, dat meisje dat er ook stond, dat zei van ja, ik weet eigenlijk niet waarom dat is. Ja, dat is de baas die je vindt dat enzovoort. Ik zeg, ja, dat kan wel. Zeg, maar ik vind dat cash belangrijk is. Zeker. En ik zit niet aan tot zwart geld of zo, hè. Ja. Echt niet. Maar ik vind cash is zo fundamenteel. Ja. En wat dat er ook gaat gebeuren als we geen cash gaan, als we ermee gaan stoppen met z'n allen, want daar zijn we nu mee gestopt. Dat is ongelooflijk erg. Hè? Ja. Dus de tandenfee, waar dat je €2 voor onder het kopkussen gaat liggen, ja, wat gaat het doen? Gaat je gsm liggen en gaat zeggen, ik kan mijn QR-code overschrijven op je gsm? Dat gaat het toch niet doen? Ja. Als je een busker ziet op straat die in een leek aan het zingen is, gaat die dan ook met een QR-code €5 geven of €2 geven? Als je een fooi geeft aan iemand in een restaurant, ja, een fooi, dat is iets dat je geeft aan die persoon. Kijkt in de ogen en zegt bedankt voor de goede diensten. Ja. Alsjeblieft, dat is voor u. Allee, cashgeld is een onderdeel van de samenleving. Het geven en het krijgen. Fundamenteel mensen. Ja, en fundamenteel. Het is vrijheid, hè. Als we dat niet meer kunnen, ja, dan weet de overheid perfect waar we zijn. Ja. Als we stout zijn, dan kunnen ze het afpakken, kunnen ze het afzetten. En dat beseffen veel te weinig mensen. Ja. Daarom is die Cash Friday. Ja, maar dan zeggen mensen van, maar ik doe niks verkeerd, ik ben niet stout, ik doe niks verkeerd en ik geef geen fooi en ik vind het allemaal niet belangrijk en ik vind het allemaal goed. En ik wil, in de positieve ingesteldheid die ik heb en in de wil om te verbinden die ik heb, zeg ik tegen die mensen, dat is naïef dat je dat denkt. Klopt. Absoluut naïef dat je denkt dat er niks mis is met een cashloze maatschappij. Er is echt veel mis mee. Wat de beweegredenen zijn om tot een cashloze maatschappij te komen en tot een maatschappij te komen waar dat er voor programmeerbaar geld zal zijn, ja, dat is misschien iets heel anders. Dat is misschien een fundamenteel economisch probleem dat misschien al 1 of 2 of 3 decennia aan de gang is en waar dat dan dat de oplossing voor is. Dat zou kunnen, maar dat moet ook eerlijk zijn, dan moeten we dat ook zeggen. Dan moeten we zeggen, mensen, ons economisch systeem, ons monetair systeem is geïmplodeerd. We drukken maar geld bij, we drukken maar geld bij, dat heeft eigenlijk geen waarde meer. Dus we moeten van koers veranderen. Maar doet het dan op een transparante manier. Ja. Zeg dat dan. Zeg van mensen. En dat is die verbondenheid ook. Hè. Vroeger hadden wij leiders. Ja. En nobody's perfect. Hè. Maar een Churchill, een Thatcher, een Gorbachev enzovoort. Allemaal mensen met nadelen. Maar ze hadden wel één ding gemeen. Die konden een land inspireren, motiveren om samen de schouders onder ze iets te zetten. En als er een grote crisis was, ja, dan konden er ook, dan konden ook zeggen van, daar moeten we naartoe, mensen. En hun rol was om te inspireren als leider. Hun rol was om mensen samen te brengen. Hun rol was om een jaar aan een stuk het land rond te reizen en mensen te overtuigen dat dat de manier was, het punt was waar we naartoe moesten gaan. Dat is leiderschap. Nu is het anders. Hè. Nu wordt er gewoon gezegd, vanaf juli, alle auto's in Europa, snelheidsbegrenzer, black box, met uw rijtraject en uw rijgedrag. Ja. En ik vind dat een zeer, zeer slechte evolutie. Dat is niet wat we willen. Nee, maar de meeste mensen beseffen dat volgens mij. Nee, inderdaad, omdat die bewustwording er niet is. Waarom? Omdat we ruzie aan het maken zijn over mondmaskers wel of mondmaskers niet op school. Klopt. Of op de bus. Ja. Ja. Dan zullen we nog wel verder gaan op tijdslijn. Hè. Dus we zaten in de zomer, denk ik nu, van 2020. Ja. We mogen terug beginnen leven. De maatregelen verdwijnen. Het komt dan terug in september 2020. Hoe was jouw mening toen over de maatregelen, de crisis? Wel een leuke lente gehad, waar we terug konden verbinden met elkaar, met de natuur, zeg maar. Het economische leven ging terug hernemen. Weet je nog wat je toen dacht of voelde? Ik ben toen zo'n beetje beginnen beseffen dat er toch wel rare dingen aan het gebeuren waren. Ik vond toen ook de eenzijdigheid van wat dat er werd verteld, vond ik nogal frappant. Ik vond ook het gemak waarmee dat we met z'n allen, ik in kluis, ja, maar volgden wat dat er ons werd opgedragen, vond ik op zijn minst boeiend of interessant. Maar ik weet niet zo specifiek wat dat er dan gebeurd is. Ik weet wel wat dat er nadien gebeurd is.
Hè, want we zijn dan door zo'n paar cycli gegaan. Dat was ook in een maand september, maar ik denk dat dat in 21 was, ja, vorig jaar. Mag ik even voortlopen in de tijdslijn? Of wilde jij misschien even, maar weet jij dan, hè, je bent al redelijk goed gevolgd, als ik je goed begrijp. Even nu. Wel, ja. Hè, want je begint uitspreken exact een jaar later, in september 2021, daar misschien direct tot komen, toe komen. Maar weet je, kan je nog herinneren wanneer je dan echt dacht van, voor september dan, van miljarden, moeten we nu weer dat mondmasker gaan dragen? Moeten we nu, of... Ik kan daar niet echt een dag op kleven, okay. Maar dat is wel ook beginnen groeien. Okay. Vragen die ik had. Ja. Nu weet je, ik kijk heel weinig televisie. Allee, mainstream televisie kijk ik heel weinig. Ik lees heel weinig kranten. Ik heb een aantal mensen die mij informatie geven nu. Allee, dat is een team van vrijwilligers die dat uit zichzelf zijn beginnen doen. Oh, zalig. Maar dus zelf, ja, ik heb geen abonnementen of zo. Ik doe dat niet. Ja. Plus, ik vind dat trouwens, je wordt er alleen maar slecht gezien als je al dat slecht nieuws leest. Maar om nu te zeggen, ja, ik moet eigenlijk teleurstellen. Ik kan niet zeggen op die moment... Ja. Want wat er toen gebeurd is, bijvoorbeeld in september 2020, de tweede golf kwam eraan en Mark Frans waarschuwde ons van, we moeten oppassen. En toen hadden we Lieve Annemans, die toen de voorzitter was van de Celeval, als ik me de naam goed herinner. Die toen al zei van, ik weet niet of dit het beste idee is. En die is toen gigantisch uitgespuwd. Ja. Dat was toen ook dat ze in Zweden eigenlijk een heel andere koers zijn beginnen varen, of ervoor al. En ik weet nog ook, die viroloog, hè, dus de lokale Zweedse Merck van Runst, zal het dan geweest zijn of zo, die had een heel andere aanpak. En iedereen zei toen van, die is gek en die speelt met levens enzovoort. En ja, bleek dat die dus helemaal niet zo gek was. En vandaag weten we dat, inderdaad. Ja. Dus ja, ik denk dat er toen toch wel zo wat, is dat de juiste koers? En tweede golf, en dan hadden ze zoiets van, ja, maar wacht, het ging 2 weken duren. En dan, het was toen ook nog wel wachten op het vaccin natuurlijk, hè. Ja. Nu besef ik dat dat toen... Ja, dat was 6 maanden. Ja. De vaccins hebben we beginnen zetten in België, alleen wereldwijd eigenlijk, in december, dus 3-4 maanden later. En toen werd ons beloofd, als 70% het vaccin neemt, dan zijn we er vanaf. Ja, die brief heb ik nog. Ja. Ja. Van Zorg en Gezondheid. Ja. En die brief, en ja, vergeef me als ik nu iets zeg dat je misschien niet wilt horen als kijker of luisteraar. Dat is een brief waar gewoon 3 pertinente manifeste leugens in staan. En dan kunnen we wel zeggen, ja, dat is achteraf gemakkelijk gezegd, ja, maar dan had dat toen ook niet moeten schrijven. Er staat in dat je niet ziek kon worden, als je het vaccin zou nemen. Er staat in dat bij 70% vaccinatie we groepsimmuniteit zouden hebben en dat probleem van de baan was. En er staat in dat je andere mensen niet kunt besmetten als je het vaccin neemt. Dat zijn 3 statements die men toen gewoon niet had mogen schrijven, omdat ze ofwel... Men kon ze niet schrijven, want men wist het niet. Ofwel was het een manifeste leugen. Maar dat heeft heel veel mensen de beslissing doen nemen om uit een, denk ik, een nobel sociale overtuiging gezegd van oké, als ik dan geen ander kan besmetten en ik kan dan ook meewerken aan die groepsimmuniteit, dan gaan we dat doen. Dan is het logisch. Ik ken ook heel veel mensen die het gewoon voor andere redenen hebben gedaan. En ik ken ook heel veel mensen die achteraf hebben gezegd van ja, je moet dat net doen, maar die dan wel in de lockdownfeestjes in de restaurants in Antwerpen achter gordijnen zaten te eten en te drinken. Ja. Ik kan geen namen noemen, nog van restaurants, nog van mensen, maar ik ken er heel veel. Ja. Oké, dan zullen we toch wel wat verder spoelen, want dan, je hebt je altijd kalm gehouden, maar dan... Okay. dat is waar. Maar dan in september 2021 ging je op reis of zo, met een aantal vrienden naar Engeland. Naar Engeland, ja. En wat is er daar juist gebeurd? Ja, daar is iets heel raar gebeurd. Dus we gingen naar Engeland en dan waren we met een groep mensen, vaccinvrije mensen, gevaccineerde mensen enzovoort. En wat je dus toen moest doen om dat moment naar Engeland te gaan, dat was september 2021, dan moest je uiteraard zie ik nu PCR-test, personal locator form, dus een PLF, waar dat ging, zou verblijven, maar dat ging heel erg ver. En je moest ook een aankoopbewijs tonen van 2 testen die je dan bij aankomst in de UK ging doen. Een 2-day test, dus bij de tweede dag dat je in Engeland waart, en een 8-day test. En voor de vaccinvrije mensen, die mochten dan in die periode van 8 dagen ook dat pand waar dat ze dan hadden opgegeven, niet verlaten. Ik geef nog even 1 dingetje mee wat ik toen ook niet wist. Dat is dat er een aantal maanden ervoor in de UK een wet is goedgekeurd waar dat de politionele macht de ruimste vrijheid krijgt om gsm's, alle informatie die in gsm zit en die een gsm uitstuurt, om die te gebruiken. Ja?
Dus wij moesten dat dan allemaal doen. En dus ja, oké, okay, goed, 2-day test, hè, en een 8-day test. Dus mensen komen eraan enzovoort. En wij kregen dan, die test werd dan afgeleverd, hè, waar je hem besteld had. Je kon de grens niet over als je niet kon aantonen dat je dat moest doen. Het hele proces om in te checken, om naar Engeland te mogen, dat is een ongelooflijk proces. Dat zijn, ik denk, 7-tal bladzijden op, online bladzijden. En we moeten dan nog invullen, hun geboortedatum en dan... Altijd een link met je gsm. Altijd wat dat ze noemen two-step verification. Ja. He, je geeft iets in. Oké, okay, geef nu je gsm-nummer in. We gaan een code sturen naar je gsm. En die code moeten dan hieronder invullen. Ja. Dat gebeurt, denk ik, 2 of 3 keer gebeurde dat in dat traject. Dus ik dacht, wauw, dat zit goed in elkaar. Ik had toen ook zoiets, omdat ik vroeger voor die consultants had gewerkt. Dat zoiets van, amai, dat hebben ze toch wel heel snel, heel goed in elkaar gestoken. Ja. Allee, oké, okay, goed. Doen we dat allemaal. Maar ik had toen al zo'n beetje een raar gevoel. Ik dacht, mensen, we moeten dat allemaal weten en waarom. En, allee, oké. Okay. Goed, ik kom daaraan, krijg die een test. En eigenlijk, die een test, of dat je dat stokje, dat lang oorstokje bij wijze van spreken, of dat je dat nu op tafel liet liggen en dan terug opstuurde, of je stak dat in je neus, tot bij wijze van spreken, achter je sinussen, dan maakte geen verschil. Dus er werd totaal geen aandacht besteed aan het afnemen van de test. Dat kon je zelf doen. Ik dacht, ja, je gaat naar een apotheker moeten. Ja. En die apotheker gaat er dan op toezien dat dat goed gebeurt. Minstens een apotheker. Of een verpleger. Of wat dan ook. Niks van dat. Dus dat proces, dat elektronisch, online proces, dat zat ongelooflijk waterdicht in elkaar. Ja. En dat was allemaal gekoppeld aan uw gsm enzovoort. En dan met die wit in de achtergrond, die ik achteraf was heb ontdekt. Maar dan de test zelf... Dan, daar waar het dan gaat over besmettelijkheid, waar het gaat over ja, niet overdragen, waar het gaat over niet de transmissie tegengaan, volksgezondheid, daar wordt dan met de laars, daar wordt dan gewoon eigenlijk, ja, er wordt geen aandacht aan besteed. En toen dacht ik van, this is strange. Ja, ik was in Engeland, dus spreek ik Engels. Dat vond ik heel raar. Ja. En daar heb je al een filmpje over gemaakt. En daar heb ik dan een filmpje over gemaakt. En dat filmpje is viraal gegaan. Ja, ik vind dat ook wel grappig, dat ging over het virus en dat, Ik vond het wel grappig, want een paar weken later, ik sprak me toen al ongeveer een jaar uit, op mijn manier. En ik herinner mijn eigen mama, die braaf de verschillende vaccins heeft genomen. Die zei ook van, ik ben een Vincent Vincent beginnen volgen. En dat is wel, je hebt echt wel heel veel mensen die je bereikt hebt. Doe je route, Ik zal het doen. en dan, de weken nadien, heb je gezegd van... ik ga dat blijven doen? Of wat heeft jou bewogen? Ja, ik heb daar ongelooflijk veel reacties op gekregen. Allee, ik heb dat echt gedaan zo voor mijn vriendenkring. Ja. Van, mannen, deze is toch wel raar, hè? Als je naar Engeland gaat enzovoort. En ik zeg het, op een paar dagen tijd, echt waar, 100.000 views. Ik kwam op straat, mensen herkenden mij. Die zeiden van, zie, amai, hey, goed filmpje. En wat is dat allemaal er in Engeland? En ik had dat, dat was echt mijn bedoeling niet. Ik had dat nooit gepland, nooit in gedachten gehad enzovoort. Dus, oké. Filmpje begint een eigen leven te leiden. Heel veel reacties. Mensen die mij beginnen bellen. Mensen die mij mail sturen, berichtjes sturen, toestanden. Dan dacht ik, ik ga daar dan even mee verder. Hè. Sommige mensen zeggen dat ik dat doe omdat ik media geil ben of zo. Ik kan je verzekeren. Ik zou het liever niet doen. Ik zou liever niet herkend worden. Ik zou liever al die dingen niet meemaken die ik al heb meegemaakt. Hoewel dat er ook heel veel leuke dingen zijn. Hè. Dat te buiten gelaten. Maar ik ben dan gewoon blijven spreken. Maar ik heb mij... altijd uitgesproken vanuit een betrachting om mensen samen te brengen, vanuit een betrachting om niet te polariseren, vanuit een betrachting... ik heb nooit echt een uitspraak gedaan voor of tegen de vaccinatie. Ik heb mijn medisch eigenlijk nooit uitgesproken, maar ik vond toch een aantal dingen raar. Ik vond het raar dat men de zorg onder druk ging zetten, terwijl dat het allemaal te doen was. Hè. Die vaccinatie moesten we allemaal doen om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk ziekenhuisbedden werden ingepalmd. Dan dacht ik, als je dan een regeringsleider bent, dan zorg je er toch voor dat je 10 ziekenhuizen aan het bouwen bent. Dan zeiden mensen, maar dat duurt lang enzovoort. Ja, dat zal wel. Maar zie wat we nu kunnen doen met Oekraïne. Nu kunnen we bij wijze van spreken 100.000 mensen binnenlaten uit menselijke overwegingen, wat ik ook helemaal snap, waar ik ook helemaal voor ben. Maar dus toen kon dat allemaal niet. Gedurende 2 jaar is er niks aan de zorg gebeurd. Ja. Men spreekt altijd over een overbelasting van de zorg. Ja. Ik heb heel veel mensen in de zorg gesproken, die spreken niet van een overbelasting, die spreken van een onderbezetting. Ja. En die spreken over heel rare systemen om ervoor te zorgen... dat je altijd bidden tekort hebt. Ja. Hè?
En dat is een probleem dat al 20 jaar langer, denk ik, terug, ja. of ja. langer terugkomt ja. In bepaalde ja. piekperiodes. Ja. En toen stuurden mensen mij ook krantenartikels op hè, van overbezitting van de ziekenhuizen, maar dan echt jaar op jaar op jaar. Ja. 24 jaar geleden, in dat jaar, ziekenhuizen liggen vol, mensen liggen in de gang. Het jaar erop, ziekenhuizen liggen vol, mensen liggen in de gang. Het jaar erop, operaties moeten uitgesteld worden enzovoort. En ik dacht aan, ja. En bijna dag op dag eigenlijk. Ja, dat is altijd ik zeg, hallo, dat is hier, ja. hier juist hetzelfde dat, ja, dat er aan het gebeuren is. Dus waarom doen we daar niks aan? Ik vond dat toch heel veel dingen raar. Ja. Ja. En dan kwam de, misschien wel de meest foute uitspraak, hè, 2 maanden later, denk ik, van onze premier. Het is niet onze premier, sorry. Dus misschien die van nu, maar het is echt niet meer die van mij. Echt niet. Ja, ik wou inderdaad jouw mening daarover. Ja. Ik ken jouw mening natuurlijk, maar ik vind dat zo fout dat de media dat nog altijd niet veroordeeld heeft. Want doordat dat niet is veroordeeld geweest, kon de voorzitter van de Socialistische Partij vooruit 2 maanden later nog een straffere uitspraak doen. Ja. Ik heb het over uiteraard Conor Rousseau, die vond in, ik denk dat het januari was, 2-3 maanden geleden. Niet gevaccineerd mochten nergens meer binnen. Ja. Nergens. Ja. Als je dan het woord gevaccineerde vervangt door homoseksueel, of Marokkaan, of moslim, of hindoe, dan heb je een groot probleem en hij is ermee weggeraakt. Wat ik eigenlijk nog veel eigenaardiger vind, en dat weet ik dus door dat team dat mij informatie stuurt, is dat die berichten unisono, across the globe, allemaal op dag, op dezelfde moment, met woordelijk dezelfde woorden werden uitgesproken door een Biden, door een Trudeau, door een Macron, door een Merkel, enzovoort. En dan had ik zoiets van, dat is echt raar, hè? Dat is knap, dat allemaal tegelijkertijd. Allee, we doen er 10 jaar over om de Oosterweelverbinding goed te keuren, maar we kunnen binnen letterlijk enkele minuten ervoor zorgen dat in heel de wereld we hetzelfde discours gebruiken. Dat is op zich raar. Waarom zeg ik, dat is niet mijn premier? Omdat hij altijd sprak toen van een ploeg van 11 miljoen, maar uw rol in tijden van crisis is om uw mensen samen te brengen. Zeker. Is om mensen hoop te geven. Is om mensen moed te geven. Is om mensen samen, arm in arm, schouders ergens te laten onderzetten. En wat hij gedaan heeft, en heel veel politiekers in heel de wereld trouwens, is mensen tegen elkaar opgezet. De toekomst zal uitwijzen of men, of zij toen effectief wisten dat er op het vlak van besmettelijkheid eigenlijk echt wel een probleem was. Want dat is echt de kern van het probleem. Maar eigenlijk weten we dat nu al dat dat niet zo is. Hè? Ja, Boris Johnson, ik heb het u ook horen zeggen, die heeft wekelijks zijn feestjes kunnen blijven houden. En die liet wel andere mensen, die verbood andere mensen om buiten te komen. Ja. Dus het is al duidelijk dat op zijn minst Boris Johnson, trouwens bij Alexander de Croo, ik zal niet meer onze premier noemen, weten we ook dat hij een heel aantal feestjes heeft gedaan. Ja. Menselijk is natuurlijk, maar als je zelf feestjes bouwt, dan moet je anderen niet gaan verbieden om het te doen. Nee, maar ja, dat maakt heel, allee, macht maakt heel snel blind. Hè. Dan heb je zoiets van, dat is niet voor mij, maar dat is voor de bevolking. En dat zijn dan de grote getallen, en laat ons dan al zorgen dat zij enzovoort. Maar er zijn heel veel rare dingen gebeurd. Hè. Ik herinner me nog altijd Mark van Rens, die in het begin zei van mondmaskers, belachelijk, dat is voor niks nodig. Loop toch niet op straat met mondmaskers. Dat filmpje kan ik u zo tonen als je wilt. Die lachten mensen uit die met een mondmasker rondliepen. Ik ben naar hier gereden straks en ik zag iemand in een wagen zitten, helemaal alleen. En die persoon had een mondmasker aan. Ik vind dat heel erg voor die persoon. Zeker. Klopt. Ja. Wat ik net interessant vond, was je uitspraak of je stelling van dat wereldwijd de belangrijkste leiders bijna woord voor woord dezelfde woorden gebruikten. Hoe zie jij dat? Hoe kan dat? Hoe komt zoiets? Ja, dat kan op verschillende manieren. Dat kan toeval zijn. De kans is klein dat dat toeval is, want het is meer dan 1 keer gebeurd. En het is zeer opvallend gebeurd, verschillende keren en echt unisono. Dat kan alleen maar als dat centraal gestuurd wordt. Hè. En dan denk je dus aan van die grote consultancybedrijven die de communicatie sturen. En die, wat ik ook nog snap, hè. Ik bedoel, als je zegt, we hebben een global probleem, we hebben echt een wereldprobleem, een pandemie, dan moeten wij ons laten adviseren als regeringsleiders door een consultants, adviseurs, marketeers, noem maar op, die ons gaan helpen met z'n allen om die pandemie te bestrijden. Als nu achteraf zou blijken dat dat allemaal niet zo waar is geweest en dat er misschien andere bedoelingen waren, dan zitten op een heel ander pad natuurlijk. En wat kunnen die andere bedoelingen zijn? Wat ik er straks zei, als het ergens allemaal te maken zou blijken te hebben met het feit dat er een monetair, economisch
ja, een implosie aan de gang is. En dat wij eigenlijk moeten evolueren, en nu klink ik als een complotdenker, maar dat is een hypothese. Stel dat je allemaal moet zeggen, we moeten evolueren naar een aantal zaken die digitaal te sturen zijn, zoals uw uitgaven, ik wil die kunnen sturen. Dat is een oplossing voor die implosie, of dat is het creëren van iets nieuws na die implosie. Dan zou dat een reden kunnen zijn. Maar ik wil toch nog even benadrukken dat ik ben geen complotdenker, maar ik denk wel dat er op verschillende schalen, op verschillende niveaus, verschillende belangen worden nagestreefd. Ja. Macht kan zo een belang zijn. Zeker. Een handje openhouden om commissie te krijgen omdat er zoveel PCR-testen zijn afgenomen, dat kan een belang zijn. Zeker. En dus je hebt verschillende belangen op verschillende niveaus. Maar die communicatie die globaal, unisono, op dezelfde dag, rekening houdt met de tijdsverschillen, eigenlijk op hetzelfde uur wordt uitgesproken, dat is op zijn minst raar. Ja. Dat is toch echt wel raar. Dat vind ik ook. Vooral dat wereldwijd sociale media ook op dezelfde manier beweegt. Hè. Ja. Ik vond het eigenlijk interessant, een paar dagen geleden zag ik voor de eerste keer onder een Facebook-bericht een banner verschijnen over klimaat. Dus, de volgende crisis. Dus ik denk inderdaad dat de volgende crisis nu gekend is. Ja, maar dat is voorspelbaar dat dat de volgende crisis is. Ik vind het altijd wel straf om het dan met eigen ogen dan te moeten vaststellen dat het effectief weer al juist is. Je hebt er juist iets belangrijks gezegd, ik heb er niet op ingepikt, maar dus je zei hoe is dat dan mogelijk, dat de media enzovoort. Ja, ik denk, er zijn heel veel mensen die niet beseffen dat de media in België gerund wordt door zeer capabele managers en CEO's enzovoort. En dat die elk jaar 500, 600 miljoen euro krijgen, dat is nog een oude wet, om de kranten te bedelen, dat tiende daarvoor, die krijgen dat geld, ja, dat is gewoon bam, dat komt op hun bankrekening. Ja, als je 5 miljoen krijgt, zou dat al nog de pijpen dansen, hè? Niet meer 50 miljoen, 60 miljoen, 600 miljoen per jaar. Dan heb ik het over de grote mediagroepen, hè? Dus Roularte Mediagroep en CPG Media. Ja. Die krijgen natuurlijk ongelooflijke sommen. Dus dat is ook nog, is dat mooi? Nee, maar ik begrijp wel dat je dan een bepaalde vraag beantwoordt. Als er dan iemand zegt van zich, kunnen alsjeblieft vooral daarover spreken, dan kan ik me voorstellen dat je daar naar luistert. Hoewel ik niet gezegd heb dat al die redacteurs en al die journalisten daaraan meedoen op een bewuste manier. Dat geloof ik niet. Ik geloof echt waar dat heel veel journalisten, heel veel redacteurs, eindredacteurs enzovoort, het goed bedoelen. En misschien goed bedoelen dan toch wel te beperkt en te eenzijdig brengen. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar schieten ze niet gigantisch hard in eigen voeten? Ja, absoluut. Ja. Want mensen gaan toch op zoek gaan naar alternatieven? Ja. We zitten hier in een alternatief. Ja. Denk ik ook. Ja. Dit is een alternatief. Ik bedoel, het feit dat ene filmpje van mij in september 300.000 views heeft, dat c'est du jamais vu in België, denk ik. Hè. En dat heeft niet met mij te maken, maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat er zoveel mensen zoiets hebben van, non de Dieu, er klopt toch iets niet. Ja. Dus kijk, ik denk dat jij het zijn geweest die er zijn mee begonnen, hè. Al is de leugen nog zo groot. Nee, wel, snel. Zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. En ik heb dat vaak gelezen bij jou. En ik vind dat een heel juiste uitspraak. Dat is ook zo. Hè. En dat blijkt ook. Hè. Maar dus, we zullen van crisis in crisis moeten blijven gaan. Om dat in stand te houden. Om ervoor te zorgen dat die bewustwording er niet komt. En om ervoor te zorgen dat die verbondenheid er niet komt. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten ervoor zorgen dat er wel een bewustwording komt. Zodat we wel naar die verbondenheid kunnen gaan. En hoe doe je dat? Ja, door niet te discussiëren, door geen gelijk te willen halen. Zeg jij niet gevaccineerd? Prima, iedereen is besmettelijk. Ik respecteer dat. Zeg jij wel gevaccineerd, maar twijfelde jij over een vierde spuit? Prima. Wilde jij een vierde spuit nemen? Ook prima. Ik vind alles prima. Ja. Akkoord. Hoe zie je dan de volgende weken en maanden verder evolueren? Want nu mogen we gelukkig wel buiten. De CST is niet meer nodig. We zitten in code geel, want groen bestaat niet. Wat is dat klaar, hè? Dat broek gewoon niet bestaan. Ik bedoel, wie bedenkt dat zoiets? Maar we moeten iets in het leven roepen en we gaan een barometer. We gaan rood, oranje, geel en groen. Oeps, dus waar dat eigenlijk voor moet dienen, dat hebben we niet. Het zijn toch verstandige mensen allemaal, hè, die daarmee bezig zijn, zouden denken. Hè? Ja. Dat zou je toch denken. Dus hoe zie ik de volgende week? Ik denk dat we van crisis in crisis gaan vallen. Ik denk tegelijkertijd ook, en ik merk dat toch ook wel, dat om de mensen nog stil te houden, om de mensen
in zijn algemeenheid alles nog te laten aanvaarden en dat je alles zomaar door die strot kunt duwen. Ik denk dat ik proef dat heel veel mensen toch zoiets hebben van het is wel goed geweest. En dan heb ik het niet over de CST pas, maar heel veel mensen, ik heb al gemerkt, hè, mensen die komen eens binnen, moet jij mijn pas niet zien? Echt zo van, nee, ik wil hem laten zien. Dat is zo, ik vind dat een heel rare reflex. Maar dat is oké. Ook dat is prima. Ja. Wilde jij dat doen? Dat is prima. Maar ik denk dat als we dat kunnen duidelijk maken, wat de echte bedoelingen zijn, wat er te lezen staat op de website van de Europese Commissie, die niet verkozen is trouwens. Ja, dat zijn commissieleden, die zijn niet verkozen, die zijn benoemd en die hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Die komen al met die gekke voorstellen. Dat gebeurt maar en dat blijft maar gebeuren. Die zijn dan ook toevallig heel goed bevriend met andere mensen die dan ook heel rare plannen hebben. Maar goed. Dus die plannen die zij hebben, hoe harder dat die door onze strot willen duwen, hoe meer mensen dat zich daar gaan tegen verzetten. Ja. En dus ik ben optimistisch, maar ik ben een optimist van nature. Ja. En ik geloof ook dat wij wel veel dingen kunnen doen. Ik geloof ook dat wij met veel meer zijn dan we denken. Ja. Ik geloof dat dat groepje vegetariërs en dat groepje veganisten en dat die tafels op zich, dat die ook veel groter zijn dan we denken. Ja. En als we die allemaal aan één tafel krijgen, dat is ongelooflijk. Ja. Met hoeveel dat we zijn, ja. Ik denk dat we al hebben gezien op 23 januari in Brussel, met de grote Europese betoging van Europeans United. Dat was... Allee, toen ik daar rondliep, ik was euforisch. Ja. Omdat ongeveer een jaar ervoor organiseerde ik al betogingen. En ik stond daar soms met 5 of 10 personen. En dan dacht ik van, bizar, dat wat is dit? Ja. Met een rood hartje op mijn wang. Dat was een beetje belachelijk. Maar, ja. maar toen ik daar liep, dacht ik van, wauw, we hebben gewonnen. Ja. Er zijn genoeg mensen die snappen dat het allemaal niet klopt. Hè? Want er werd dat in de krant beweerd, 50.000 mensen. Ik vond dat was belachelijk. We waren effectief met 500.000 mensen ongeveer. Dat was, als je dat vult, dat waren meer dan 10 voetbalstadions. Ja, maar... En ik denk dat daarom ook alles sneller gekeerd is. Want niet veel later zijn door alle maatregelen in de koelkast gegaan. En... Ja. Ja, over die betoging. Ten eerste, ik kan zo 10 mensen noemen die het belachelijk vinden dat jij denkt dat er 500.000 mensen waren. Mm-hmm. Ja? En die zoiets hebben, 50 zal al veel geweest zijn. Dat is één ding, dat wil ik even zeggen. Dus ook daar kunnen we weer over discussiëren. Want uiteindelijk ik geloof dat er 3, 4, 500.000 mensen waren. Ik was er zelf niet. Ik was op de betoging in november. Ja. Dus één, ook daar zouden we weer ruzie kunnen over maken. En dat zie je dan ook, hè, van jammer wel en niet. En we zijn weer niet met die bewustwording bezig en niet met die verbinding bezig. Ja. Dat is één. Twee, ik heb zelf op de betoging in november, waar ik zelf ook energie heb ingestoken om mensen daar te krijgen. Ja. Mee energie heb ingestoken, samen met jou en zoveel andere mensen die dat toch onbaatzuchtig hebben gedaan. Ja, geen politieke agenda. Dat jij niet, heb ik niet en hebben zoveel andere mensen niet. Sommigen misschien wel, maar anderen niet. Ik denk dat heel veel van die dingen heel makkelijk kunnen geframed worden. Ja. We hebben dat ook gezien in november. Hè. Je was erbij, ik was erbij, ik ben aan het podium getrokken door de security. Ik heb van de eerste lijn meegemaakt wat dat er te zien was. Ja. En ik kan iedereen recht in de ogen kijken en zeggen, ik stond op de eerste lijn en ik kan u garanderen dat dit geënsceneerd was, dat dit gedaan was om te ontsporen. Klopt. En dat waren niet de organisatoren die dat hebben laten ontsporen, dat waren andere krachten die dat hebben laten ontsporen. Goed, so be it. Wat ik ook geloof, is dat zo'n betoging wel een ongelooflijk gevoel geeft van samenhorigheid. Ik liep daar rond, letterlijk met een notaris naast mij, een chirurg, nog mensen in de zorg, een kassierster van de Colruyt, alles. En dat is ook heel erg belangrijk. Dat heeft mij ook zoiets gezegd van, wauw, zoveel, alle geledingen van de samenleving. En tegelijkertijd maakt zo'n betoging, zorgt dat wel voor verbondenheid voor de mensen die er zijn, maar zorgt dat ook voor een tweestrijd in de maatschappij. Want dan zie je zondagavond al die beelden van vernielingen en dan zeg je, allee, die mensen zijn zot. Er zijn heel veel mensen die mij hebben beledigd, omdat ik het nog maar durfde om op zo'n betoging te gaan, waar je heel Brussel mee kapot slaagde enzovoort. Terwijl dat die niet gezien hebben wat er echt aan de hand was. Dat is dat daar 100.000 mensen waren, en dan zeker op die betoging, waar dat jij over sprak, die het goed bedoelden, die vredelievend, vreedzaam zijn, daar zijn samengekomen om te zeggen van, wij zijn het niet eens met wat er gebeurt. Ik herhaal het, de bevolking
Of de politiek moet ten dienste staan van de bevolking en niet andersom. En als er honderdduizenden mensen samenkomen, dan moeten we daar naar luisteren. Wat ik ook denk, dat we niet beseffen, dat is dat de politiek, die mensen die met al die dingen bezig zijn, die zijn er ook ongerust door. Ik denk niet dat die allemaal de zelfzekerheid zelf zijn, dat die zoiets hebben van dit lukt allemaal en we kunnen bereiken wat we willen, dat is niet. Dus ik ben optimistisch voor verschillende redenen. En ik zeg dat wel eens, hè. Hoe groter de zotte fratsen zijn en hoe sneller ze elkaar opvolgen, hoe meer mensen op andere niveaus om andere redenen gaan zeggen, nu is het goed geweest. Klopt. En dus niet meer op een gezondheidsniveau. Ik ken heel veel vrienden die zoiets hebben, een snelheidsbegrenzer in een auto, en wat, pardon? En vanaf 2025 moeten alle bedrijfswagens elektrisch zijn. Ik ken mensen die zeggen, maar ik wil toch nog wel met die auto of die auto. Nee, ga niet meer mogen. Alles controleerbaar geld, geen cash niet meer. Ik ken een aantal zelfstandigen die dat niet leuk vinden. Dus als je dat narratief naar boven kan brengen, als je kunt zeggen van mensen, dat is wel, als wij niks meer zeggen, is het wat dat er op ons afkomt, dan gaat het toch wel een aantal mensen wakker krijgen die... het heeft niks meer met vaccin te maken, heeft niks meer met virus te maken, heeft dat met dingen te maken waar mensen van zeggen, ja, maar wacht, dat vind ik niet meer goed. Hè? Ja. Maar dan mogen we ondertussen geen ruzie maken over alle andere dingen. Bijvoorbeeld, ik herinner me nog goed de discussie, ik weet nog iemand die mij heeft aangevallen. Ja, er waren geen 300.000 mensen of geen 400, was helemaal niet. En dan zijn we daarover ruzie aan het maken. En dan zijn we niet meer bezig over het creëren van een mooie samenleving. Ja. De kras op de auto, hè, zoals je het ooit een keer beschreven hebt in het verleden. Ja. Ja. Nee, ik denk dat we daar alle twee ons verder voor moeten inzetten, hè, voor die bewustwording. En samen met ons heel veel andere mensen. Ja, ik bedoel, sowieso. Ja, zeker. Heel erg veel mensen die dat doen. Meer en meer en meer mensen. Gelukkig. En het overstijgt echt het volksgezondheid verhaal nu. En dat is goed. Ja, inderdaad. Ik was even aan het nadenken over zeg wat het, we moeten brengen. Dan ga je zo'n gefronste blik krijgen. Ja, dat is een nadeel van mij. Ik kan dan heel boos kijken. Je hebt een nadeel, ik zeg het. Nee, ja, ik besef dat zelf. Met poker zouden moeten oppassen, denk ik. Ja. Nee, poker doe ik wel heel graag en ben ik nog behoorlijk goed in ook, denk ik. Ja. Maar zeker als ik iets gedronken heb, want... We wijken af, sorry. Ja, nee, dat is goed. Ik was aan het denken, omdat eigenlijk hebben de meeste onderwerpen, denk ik, wel behandeld. Ik denk dat we net het belangrijkste hebben gezegd, zijnde dat we met z'n allen moeten blijven werken aan de bewustwording van de zaken die er nog kunnen gebeuren. Dat we dat moeten doen op een verbindende, niet polariserende manier. Zijn er nog zaken die we vergeten zijn volgens jou? Ja, ik denk dat we misschien ook een beetje moeten op het vlak van positiviteit. Iemand die ik vroeger enorm veel respecteerde en waar ik nu echt tegenovergestelde gevoel over heb, is Bill Gates. Ik heb daar een paar boeken van gelezen. Ja. En de man heeft ooit gezegd dat wij overschatten wat er kan gebeuren op 2 jaar. Wij overschatten de technologische evolutie op 2 jaar en we onderschatten ze op 5 jaar. We kunnen wel zeggen, maar als je naar de 2 voorbije jaren kijkt, of als je daar naar kijkt, dan is er toch heel veel veranderd op 2 jaar. Ja, maar misschien was dat geen 2 jaar. Misschien was men er al veel langer mee bezig. Hè? En dus ik denk waar dat we moeten op letten, dat is dat we in groepjes gaan beginnen zitten. Denkbeeldig dat groepje vegetariërs enzovoort. En dat we alles beginnen te herkennen als iets negatief, als iets slecht. En onszelf dan ook naar beneden beginnen praten. Ja. Ik ben echt optimistisch. Ik denk dat er misschien nog heel vervelende dingen gaan gebeuren, maar die zullen er altijd wel zijn. En ik denk ook dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. En ik denk dat die soep ook nog wel even gaat duren. Het gaat echt, volgens mij, niet dit jaar gebeuren dat we ineens zonder cash, of dat we niet meer met cash mogen betalen. Het gaat niet dit jaar gebeuren dat we ineens dat digitaal paspoort hebben, of dat we ons huis niet meer uitkomen, dat aan- en uitpaspoort moet kunnen noemen, enzovoort. Het gaat wel gebeuren. En ik denk dat dat heeft een tijd nodig. En wij kunnen daar ook met z'n allen over nadenken en mensen informeren. Ja. En dat is trouwens een van de redenen waarom ik vind dat we met cash moeten betalen om mensen dat te doen. Ook even een gesprek van, je weet dat men dat eruit wil halen. Ah, is dat zo? Ik vind dat tof. Zeg dat, maak even van de gelegenheid gebruik. Dus we moeten onszelf niet naar beneden trekken door alleen maar te geloven in al die doemscenario's en die doembeelden. Want dan zijn we zelf aan het doen wat ik onze overheid verwijt, namelijk angstporno. Dan zijn we onze eigen angstporno aan het maken. En daarom dat ik soms dat ik mijn best doe om op een positieve
manier de boodschap te brengen. En soms met een kwinkslag en een glimlach enzovoort. Maar we leven nu, hè, mannen. Gisteren is voorbij en morgen is geen zekerheid. Vandaag is een zekerheid. Let's make this day a beautiful day. Ik ben super blij, Vincent, dat je deze woorden hebt gezegd, want ik vind die ook enorm belangrijk. Ik wil je dan ook bedanken voor deze woorden, enerzijds. Anderzijds voor al uw hoopgevende woorden en video's van de laatste maanden. En uiteraard ook voor dit super aangename gesprek. Ja, jij bent bedankt dat ik hier mocht zijn. Nee, dat is, ik ben heel blij dat je tot hier bent gekomen. Dus dank u wel. En ook u, beste kijker en of luisteraar, heel veel dank om te blijven kijken. Opnieuw, als je het een aangename aflevering vond, zeker liken en deel het alsjeblieft ook met jullie omgeving. Heel graag tot volgende week.